Zoekt u graag een plaatsje? Er zijn nog plaatsjes daar boven. Hartelijk welkom allemaal. Vanmiddag hier in de Bali. Het is mijn grote eer om vandaag uw verkeersleider, gespreksleider, butler van dienst te kunnen zijn. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en we zijn er buitengewoon trots op dat we samen met de Rijksuniversiteit Groningen en met de ING een gesprek, debat, middag, symposium, mini-symposium kunnen houden over het onderwerp geldschepping. En overigens is dat een zeer populair onderwerp. Wie had dat gedacht een aantal jaren geleden dat zeg maar de theorieën van Keynes en Hayek tegen elkaar uitgespeeld zouden worden en dat we dan een volle middag helemaal in de Bali zouden hebben daarover. Dat is natuurlijk verheugend dat allerlei wetenschappelijke inzichten doorsijpelen naar de massa's, want daar zijn we als Bali ook voor. Het geeft ook wel aan wat voor tijden we ons bevinden en het is voor mij als historicus mooi om dit voor te mogen zitten. Ik denk bij geldschepping denk ik aan Croesus. Zo rijk als Croesus wordt er gezegd, de koning van Lydië die het geld uitvond, de eerste man die munten sloeg en die volgens Herodotus in 540 voor Christus prachtige gouden en zilveren munten waar een leeuw een stier op eet. Die leeuw die zie je ook nog terug, hè, tegenwoordig in het bankaire wezen. En het liep trouwens erg slecht af met die goede Croesus, tenminste dit allemaal volgens Herodotus, want hij voerde oorlog tegen Cyrus. Hij was wel zo verstandig om dat even aan alle orakels van die tijd te vragen, of dat een goed idee was. Dus hij stuurde boodschappers uit en die stuurde die naar Dodona, naar Delphi en naar de priesters van Ammon in Egypte. En die gaf hij de opdracht dat de 100ste dag na hun vertrek moesten ze een vraag stellen, en overal dezelfde vraag, zijn boodschappers, aan het orakel. En het orakel het beste antwoord gaf daarop, namelijk het ze vrouw de vragen, wat doet koning Croesus op dit moment? En koning Croesus had op dat moment een heerlijk gerecht van een schildpad. Dat zou hij ook precies doen. En de enige die dat goed had, was de Pythia in Delphi. Die had dat juiste antwoord. Dus daarna heeft hij aan Delphi gevraagd of hij naar oorlog moest gaan voeren tegen Cyrus de Grote, de koning van het Persisch Rijk, het Achamenidenrijk. En Delphi, de Pythia, antwoordde, als je de Halys overtrekt, als koning Croesus de Halys overtrekt, dat is een rivier daar in Midden-Turkije, dan zal er een groot rijk vergaan. Nou, dacht Croesus, dat is mooi, dat gaan we doen dus. Het was alleen zijn eigen rijk en niet het rijk van koning Cyrus. Hij eindigde op de brandstapel en hij riep op de brandstapel, want hij had ooit contact gehad met de grote wetgever van Athene, Solon, en hij riep, o Solon, Solon. En toen zei Cyrus, wat roept die man? Zegt, ja, Solon had gezegd, dat prijst de dag niet voordat hij over is. En dan sta ik op de brandstapel. Ik dacht, de rijkste man ter wereld was, de geldschepper. En hier sta ik op de brandstapel. Toen heeft Cyrus hem eraf gehaald en tot zijn raadgever benoemd. Nou, na deze prachtige geschiedenis, ik denk bij geldschepping daaraan. Veel mensen denken aan heel iets anders. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar het is natuurlijk mooi dat het een uitvinding is. Een uitvinding die ooit gedaan is en die in ieder geval een hoop economische vooruitgang heeft. Dat is een belangrijke uitvinding natuurlijk in de geschiedenis van de mensheid. En daar hebben we het vandaag ook over. We hebben een uitgelezen programma. We hebben leden van de Raad van Bestuur van de ING. We hebben wetenschappers. We hebben politici. We zijn anderhalf uur in gesprek met een vijftal sprekers. Dan hopen we een half uurtje pauze te doen en dan een paneldiscussie van een uur. Dus we zijn om 5 uur weer klaar. Zet uw telefoon graag op stil. En twittert u lustig en rustig mee. En ik geef graag het woord aan Boudewijn de Bruin, econoom en ethicus van de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk welkom. Ik zeg erbij overigens dat ik de sprekers in de gaten zou houden. Ik heb lange en hele lange powerpoints gezien. Dus als gespreksleider en verkeersleider zal ik sommige sprekers denk ik wat gaan opjagen. Maar goed, dit terzijde. Ja, ook ik wil u allen bedanken dat u hier aanwezig bent. Het is een prachtige gelegenheid voor mij als academicus, als financieel ethicus. Ik ben eigenlijk geen econoom. Je zegt econoom, staat ook zo op de website, maar dat ben ik niet. Ik ben eigenlijk een leek en ik wilde gewoon eens wat meer over geldschepping weten. Dus wat doe je dan? Dan ga je met collega's praten, dan ga je ook met banken praten. En zo zijn wij samen met de ING eigenlijk tot dit evenement gekomen. En daarvoor wil ik zowel de Bali als ING en natuurlijk ook mijn eigen organisatie hartelijk danken. Ik heb een hele lange PowerPoint, maar ik ga er heel snel doorheen. Alleen zie ik dat ik niet goed kan zien wat er staat. Dus ik moet af en toe even omkijken. Want
Ja, ik wil toch ook wel even zien wat voor plaatjes dit hebben. Ik begin eerst maar eens even met een idee van wat kun je nou over geldschepping denken? Nou, dit was een van de plaatjes die ik vond. Deze persoon heeft het duidelijk wat te letterlijk genomen. En ik denk dat er niemand in de zaal is die er zo over denkt. Hè? Dat is toch de poenschepper. Dat is ook een strip van Suske en Wiske van Willy van der Steen. Er werd ook poen op deze manier geschept. Maar hier gaat het niet om. Dit is te letterlijk. Ja, ik neem deze, want dan kan ik een beetje blijven lopen. Staat hij aan? Oké, doe ik het zo. Ik hoop dat ik hoorbaar ben, ook aan het einde van de zaal. Klopt dat? Ja. Dan kijken we hiernaar. Dit lijkt mij dan misschien ook wel een mooie illustratie, maar het is nogal theoretisch. Wat gebeurt hier nu? Dit is natuurlijk het waarschuwingje dat je vaak in de krant ziet op het moment dat je een lening of iets anders, een ander financieel product aangaat. Dan word je gewaarschuwd door plaatjes waar ik eigenlijk geen bal van begrijp, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb dat altijd hele rare plaatjes gevonden, maar zo kun je ze dus ook interpreteren. En hier is de manier waarop RTL het uitlegt. Nou, dat hielp mij niet zo vreselijk veel verder. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik vind dit plaatje, maar er wordt natuurlijk geen praatje bij gegeven, dus dat zal mijn probleem dan wel zijn. Dit hielp mij niet. Maar er zijn ook mensen die denken dat je geld helemaal uit het niets schept. En dat intrigeert mij als filosoof. Ik ben ook filosoof. Natuurlijk ontzettend sterk, want het niets is iets dat filosofen sowieso een heel intrigerend concept vinden. Dus al met al ontzettend veel reden om met ING en de Bali hier iets over te gaan organiseren. En ook een thema dat natuurlijk politiek erg belangrijk en relevant is. Maar ik wil eigenlijk een soort van prelude geven. Prelude is een klein deuntje dat je speelt voordat het echte concert begint. Dus ik beschouw mij ook niet meer dan als inderdaad even de speler van zo'n prelude. Maar het is wel een soort van methodologische prelude die ik van harte kan aanbevelen. Want ik denk namelijk dat er in het debat over geldschepping, maar ook in heel veel andere debatten die we hebben over economie en politiek, ontzettend veel misgaat. En dat is heel simpel samen te vatten door te zeggen dat we feiten en ideologie niet zo goed scheiden. En dat wil ik u nu met heel veel slides heel snel even laten zien. Dus sommige dingen die bestaan, ik hoop dat u dat rode kunt lezen. Dat zijn wel de belangrijkste termen, maar ik heb een donkere slide gemaakt omdat dat hier beter zou passen. Denk aan een zwart gat, hè? Bestaat. Molecuul, bestaat. Geraniums bestaan ook. Er zijn ook dingen die niet bestaan. Zombies. Ik denk in ieder geval dat er weinig mensen zijn hier die denken dat zombies bestaan, of draken, of perpetua mobile. Hè? Ik bedoel, dat, ja, die dingen die heb je ook niet. Er zijn wel mensen die dat proberen te maken, maar ze zijn er eigenlijk niet. Dat is één onderscheid. Onderscheid tussen dingen die bestaan en niet bestaan. Zombies, zwarte gaten, moleculen, noem maar op. Dat is één soort onderscheid. Het andere onderscheid gaat over waarde. Laten we eerst eens even kijken naar het woord held. Dit is duidelijk een woord dat een waarde tot uitdrukking brengt. Een held is iemand die je positief evalueert. En hetzelfde geldt voor schurk. Weliswaar een ander soort waarde, negatieve waarde, maar een schurk is toch, hè, als je dat tegen iemand zegt, dan denk je niet van, oh, hij beschrijft mij nu even neutraal. Hè? Een schurk is duidelijk iemand die, dat vind je meestal niet fijn als je schurk genoemd wordt. En lawaai ook. Als ik over het lawaai klaag, dan is het geluid dat ik hoor iets dat ik niet waardeer. Anders zou ik het wel muziek genoemd hebben. Andere termen zijn neutraal. Geluid, hè? Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Of soldaat. Goed, dat gaat te snel. Soldaat. En die soldaat kan een held of een schurk zijn. En op dezelfde manier kan dat geluid lawaai of muziek zijn. Of gewoon een gesprek. Hè? Dus dat is even het onderscheid dat ik hier wil maken. En dan heb je gras en wind. Nou, dat zijn ook mooie woorden. Het zijn allemaal dingen die weer heel neutraal zijn. En ik doe dat even op een beetje schoolse manier. Hè? Van de lagere school herinnert u zich waarschijnlijk wel dat dit betekent zwart gat staat tot zombie. Als feit staat tot fictie. En ik denk dat iedereen snapt wat daarmee bedoeld wordt. He, zombies zijn ficties en zwarte gaten zijn feiten. En dat is even de manier waarop ik over feit en fictie praat. En geluid staat tot lawaai als feit staat tot waarde. He, lawaai, dat drukt een waarde uit. Dat een negatieve appreciatie van het geluid. Maar geluid is neutraal, dus dat is een feit, laat maar zeggen. Nou, dat is allemaal heel simpel. U kan best meer van mij te weten komen. Dan had ik meer tijd moeten nemen. Dat doe ik niet, want ik wil naar andere mensen luisteren. Maar nou is het probleem dat we in het dagelijks leven heel vaak die waarden en feiten goed uit elkaar kunnen halen. Als ik zeg tegen mijn zoon van kan dat lawaai wat zachter op je kamer, dan is het heel duidelijk dat ik die muziek niet mooi vind. Hè? Of in ieder geval op dat moment wil ik hem niet horen. Dus dat is negatief. Dus dat doen we in het dagelijks leven heel goed, maar in de economie gaat dat heel wat minder goed. Neem bijvoorbeeld vrije markt. Sommige economen praten erover alsof het zwarte gaten zijn. Maar andere mensen denken misschien dat dat toch meer een terminologie is in de zin van held. En dan zijn er ook weer mensen die denken, ja, het is meer een schurk. Hè? Dus daar zit al heel vaak wat waarde bij. En dat kun je ook over efficiëntie doen.
Efficiëntie lijkt voor de econoom vaak een soort van neutrale term. Maar je kunt ook zeggen, ja, dat is een duidelijke positieve term. Want dingen moeten efficiënt gebeuren. Het suggereert ook heel veel positiviteit. Maar moeten we die positieve connotatie er nu wel bij houden? Of kunnen we niet beter dit als een puur feitelijke en niet waardegeladen term zien? Nou, neem ik nog wat. Welvaart, nog zoiets moois. Of groei. We praten altijd over groei. Groei lijkt wel iets dat we allemaal graag willen hebben. Maar het argument dat wordt meestal niet gegeven. Dus is groei nou eigenlijk meer een term als geluid? Of is het meer een term als lawaai of schurk of misschien wel held? Hè? Het kan ook muziek zijn. Daar moeten we dan een discussie over gaan voeren. Wat ik eigenlijk probeer te laten zien hier is dat zolang we dat soort woorden gebruiken zonder dat we daar heel duidelijk over nadenken of het nou een waardeterm of een feitterm is, dat we discussie eigenlijk niet goed voeren. Want dan weet je eigenlijk niet precies met wat voor theorie of ideologie je aan de andere kant van de tafel in het debat te maken hebt. Overkreditering, net zo'n woord. Klinkt heel negatief, kan ook puur feitelijk bedoeld zijn. Ongelijkheid, ja, de meeste mensen vinden dat heel eng en vervelend. Maar misschien is het een puur beschrijvende term. Armoede, hetzelfde ding, dat is negatief. Maar wat wij onder armoede verstaan, dat hangt natuurlijk enorm af van wat voor normen en waarden wij hebben. Armoede 200 jaar geleden betekende echt iets heel anders dan het nu betekent. En een ander voorbeeld is boardroom diversiteit. Nou, dat lijkt wel alsof ik maar doorga en doorga. Maar het is echt even om te laten zien dat als je met een econoom praat, dat je echt werkelijk nooit weet of je nou met een feitenman of vrouw of met een ideologie man of vrouw te maken hebt. Nou, ik drijf het een beetje op de spits, maar dat is dan voor de sake of the argument. Werkloosheid, inflatie en geldschepping. Nou, bij geldschepping zou je denken, dat is de meest theoretische term die je kunt voorstellen. Als ik dat uitleg aan mensen die er weinig van weten, dan hebben ze ook, dan vinden ze het woord al raar. Waar gaat het over? Nou, u bent hier gekomen omdat het u interesseert. Het wordt natuurlijk ook politiek belangrijk gemaakt. Het is ook hartstikke belangrijk. Maar is dat nou een term waar meer feit of meer ideologie in zit? Dat is eigenlijk de aanwijzing die ik graag voor het debat wil geven. De prelude dus. Want daar moeten we goed op letten. Want we halen het in de economie nogal eens door elkaar, die waarden en die normen en die feiten. Dus oppassen. Nou, hier staan wat vragen die je zou kunnen stellen als je vanuit die feiten nadenkt. En ik wil helemaal niet de discussie gaan monopoliseren. Dit is gewoon maar een setje voorbeelden. Je kunt praten over hoe dingen gebeuren, wat de gevolgen zijn, wat bepaalde neveneffecten zijn van alternatieven, zonder daar meteen met het vingertje naar te wijzen van dit is verkeerd, dat is goed, dat is mooi, dat is lelijk, dat is een held, dat is een schurk, dat is lawaai, dat is muziek. He? Het gaat er puur om die mechanismen te begrijpen. En ik ben hier echt zelf in geïnteresseerd geraakt, omdat ik met mijn collega Dirk Bezemer in gesprek was van wat gebeurt er nou eigenlijk als er geld geschapen wordt? Afgezien van de vraag of het goed of slecht is en wie het zou moeten doen, eerst maar eens even begrijpen waar het om gaat en wat er gebeurt. Want als we niet goed weten wat er gebeurt, dan kunnen we er ook moeilijk een normatief ideologisch standpunt over innemen. En dan komen deze vragen. En dat zijn dan vragen over onrechtvaardigheid, over misbruik, over ongelijkheid, misschien zelfs over mensenrechten. Ik zag ergens al googelend ook dat de verbinding tussen geldschepping en mensenrechten gelegd wordt. Dat is uitstekend, maar laten we het eerst even over die feiten hebben. Dan kunnen we daarna die ideologie bediscussiëren en laten we dat wel gescheiden doen. Want anders dan lopen we het gevaar dat we eigenlijk helemaal niks geleerd hebben aan het eind van de dag. Daar wil ik het bij houden. Dankjewel. Hartelijk dank, Boudewijn de Bruin. Inderdaad, veel slides, maar het ging snel zeg. Tjonge, ja. Als je er één woord op zet, dan valt het natuurlijk eigenlijk wel mee. Ja. En als tweede wilde ik welkom heten Koos Timmermans, lid van de Raad van Bestuur van de ING Bank, vicevoorzitter van diezelfde Raad van Bestuur. Hartelijk welkom als tweede inleider bij deze middag. Dankjewel. Ik denk Juri die wees al op in het begin. Die zei van met een debat je hebt wat adviseurs nodig. En ik hoorde al die verhalen over die brandstapel en zo. En dan denk je van nou, een adviseur die je hierbij gaat gebruiken moet natuurlijk niet iemand zijn die heeft geraden wat ik ga eten. Dus we moeten het in een andere hoek zoeken. En vandaar dat we ook eigenlijk dankbaar zijn voor de Rijksuniversiteit Groningen. Dat die ons hierbij helpen. En inderdaad, de eerste stuk wat je doet is feiten en ideologie van elkaar scheiden. Om het debat enigszins te ordenen. Want het is best gecompliceerd. Dus allereerst, welkom aan u en pluim dat u in ieder geval zich verder in dit onderwerp wil verdiepen, want het is een belangrijk en een interessant onderwerp. Het is ook een heel relevant thema. Als ik kijk naar structuur van financieel bestel wat we hebben, sinds 2008 is dat behoorlijk ter discussie gekomen.
Toch zijn er ook heel veel maatregelen zijn er genomen in die tijd. En dat is ook wel iets waar we naar moeten kijken. We zien een economie zich herstellen. Wat is de fase waar wij nu in zitten? Eigenlijk komen we in een testfase. Je ziet een economie weer iets meer gaan draaien. En de vraag is, kunnen wij in de toekomst ook als banken verder gaan voldoen en kunnen wij een economie ondersteunen? Dus hebben wij genoeg capaciteit ook om kredieten te verlenen? Vandaar dat het ook wel heel belangrijk is om te zien welke verdere stappen in regulering moeten er genomen worden en welke niet. Omdat je eigenlijk altijd een beetje op die tweesprong zit tussen ja, je wil een economie faciliteren, maar ja, je moet ook werken aan de robuustheid. Als je gaat kijken naar het thema geldschepping, er zijn toch een behoorlijk aantal mensen in Nederland die zich zorgen maken over de rol die de banken spelen als geldscheppende instellingen. En daar heeft ook de Tweede Kamer, daar is het burgerinitiatief voor, om te kijken van moet je de geldscheppende functie, moet je dat overhevelen naar publieke instellingen. En dat zou een ingrijpende verandering zijn. En daarom ben ik ook blij dat we daar met elkaar over praten. Waarom scheppen wij geld? Als je bij een bank vraagt wie scheppen er geld, heel veel medewerkers weten dat niet. Omdat ze, als je aan ze vraagt verlenen wij krediet, daar zegt iedereen ja. Maar als je vraagt scheppen wij geld, daar is iedereen toch minder mee bezig. Het is bij ons eigenlijk meer de samenhang, het product kredietverlening doen we. De bijkomstigheid geldschepping, die ligt minder duidelijk, die relatie. Maar goed, daar zal ook technisch op ingegaan worden van wanneer is nou iets geldschepping. We weten allemaal eigenlijk van ja, maatschappelijk nut kredietverlening. Voor een stuk is dat gewoon nuttig. Als je gaat kijken naar willen wij in principe investeren, aankoop van een huis, consumptief krediet. In principe voorziet het wel in een maatschappelijke behoefte. Kan het zijn dat er te veel is? Het antwoord is ja. Moet dat goed gereguleerd worden? Moeten we die risico's goed inschatten? Het antwoord is ja. Ook een centrale bank speelt een rol in het kijken van is dat overal, is die kredietverlening, houden we dat in de gaten, is het te veel of is het het niet. Maar over het algemeen kredietverlening, wij zijn er wel van overtuigd dat je dat zou moeten hebben. Regulering, er moet gekeken worden naar vergunningen, wie kunnen zeg maar geld scheppen, wie kunnen er krediet verlenen. Banken moeten ook eigenlijk voor het verlenen van krediet, moeten ze en voor het opnemen van deposito's horen wij ook reserves en liquide activa aan te houden. Dus dat betekent dat er ergens een rem op zit via een centrale bank over wat is de maximale hoeveelheid die wij aan geldschepping kunnen doen. Naast het houden van reserves hebben banken natuurlijk ook het eigen vermogen nodig. Dus er zit een restrictie in de zin dat kunnen wij oneindig geld scheppen? Nee, want ons vermogen groeit daar niet mee mee. Dat betekent dat eigenlijk dus een centrale bank speelt daar ook een grote rol in zorgen dat er additionele remmen op het systeem zitten. En het is wel goed om zeg maar het geheel te bekijken van waar wij in werken en niet alleen SEC één stukje eruit te halen van de bankfunctie daar. De vraag is daarom ook, is het huidige systeem met alle checks en balances zoals dat er nu is dat goed genoeg of moeten we daar verbeteringen in gaan maken? Vraag is ook dan, als je die checks en balances additioneel in zo'n systeem maakt, is dat beter? Of zou je zeggen van nee, je wil toch die functie nadrukkelijker bij de overheid leggen op een directe manier in de plaats van indirect via de centrale bank? Ja, vanzelfsprekend heb ik daar als ING heb ik daar mijn gedachten over, maar tegelijkertijd denk ik het is eerst goed om toch de experts hierover aan het woord te laten en daar een mening over te geven en een visie. En dan komen wij daarna ook terug op het punt feiten en ideologie. Ik kijk er in ieder geval naar uit naar het debat en ik hoop dat we daar een goede en een productieve middag voor hebben. Als we het niet met elkaar eens zijn, moeten we ook denken, is dat niet zo belangrijk? Als we iets meer inzicht krijgen in wat is het allemaal en wat zijn consequenties, dan hebben we in ieder geval een hoop gewonnen. Ik dank jullie wel. Hartelijk dank, Koos Timmermans. Ja, de vraag stellen, dat wordt later op de middag natuurlijk dan ook wel hem beantwoorden. Is het huidige systeem goed genoeg? Maar daar komen we zeker op terug. Nadat we technische feitenkennis hebben bijgespijkerd. Als eerste wilde ik daar Teunis Brozens voor uitnodigen. Econoom bij de ING. Over het perspectief van de bank dan en vooral vanuit een technische zin. Jullie zijn onafhankelijk economisch instituut binnen de bank eigenlijk. Een soort wetenschappelijk instituut van de bank. Zoals partijen dat ook hebben, stel ik een beetje voor. Ja, zo kun je dat zeggen inderdaad. Dus wij kijken zelf naar hoe de economie ervoor staat en dan vormen wij ons eigen oordeel over. Ja.
Maar ja, je wordt wel betaald door de ING, neem ik aan. Je bent wel in dienst daar, dus hoe onafhankelijk is dat dan? De laatste keer dat ik keek, werd ik nog steeds betaald door de ING, inderdaad. Ja. Maar ja, kijk, iedereen wordt betaald door iemand. Hè, dus uiteindelijk moeten we ons allemaal voortdurend die vraag stellen. Hoe onafhankelijk ben je? Dat is ook waar, ja. Maar de bedoeling is, neem ik aan, dat jullie je een wetenschappelijk oordeel vormen over bepaalde economische fenomenen. Ja, zeker. Ja. Dus dat hoop ik ook nu te gaan doen. Ja. Welkom. Ja, dat mag. Ja. Ja, ik wil eigenlijk eerst met u wat door de techniek heen lopen van geldschepping. Dus ik hoop dat u met mij mee gaat inderdaad door wat balansen die ik heb opgesteld om toch duidelijk te maken hoe het nou echt zit eigenlijk met die geldschepping. Ja, de titel van mijn verhaal geeft het eigenlijk al aan. Hoe het werkt, hè, dat zijn eigenlijk wat Boudewijn noemt de feiten. Dus daar wil ik eerst met u op ingaan. En ja, om toch ook maar meteen eerlijk te zijn. Het tweede deel, waarom dat zo gek nog niet is. Hè, dat is natuurlijk het waardeoordeel wat ik geef aan die feiten. Maar uiteraard is dat niet het waardeoordeel wat u daaraan hoeft te geven. Want zoals Koos net ook al zei, kunnen wij het daar prima met elkaar over oneens zijn. Maar laten we eerst eens kijken naar die feiten. Geld op dit moment in Nederland wordt, hè, door wie wordt dat nou gecreëerd? Nou, deels door de centrale banken. Hè, maar als je kijkt hoeveel geld er wordt gecreëerd door centrale banken, hè, dat is maar zo'n 6% op dit moment van het uitstaande geld in Nederland is afkomstig van de centrale bank. Nou, hoe doen die dat? Munten en bankbiljetten worden in omloop gebracht. Wat de laatste tijd natuurlijk druk aan de gang is in Europa is quantitative easing. Het opkopen van obligaties door de centrale bank. En ja, een hele controversiële manier van geld scheppen door de centrale bank is helicopter money. Ik heb er even een plaatje bij gezet van Ben Bernanke. Dat is de vorige voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Die dat idee eigenlijk ook geopperd heeft. Nooit heeft uitgevoerd overigens. Het idee dat als het slecht gaat met de economie, dat je gewoon echt letterlijk als centrale bank met een helikopter geld uitstrooit over de mensen. En dat is natuurlijk ook een hele directe manier van geldschepping. Maar op dit moment is dat dus slechts zo'n 6% van wat er in de economie aan geld circuleert. Het restant, 94% van het geld, wordt door commerciële banken geschapen. En dat is de geldschepping waar we het vandaag ook over hebben. En hoe gaat dat? Nou ja, in woorden, een nieuwe lening, een nieuw krediet, creëert eigenlijk als bijproduct nieuw geld ergens in het bankwezen. En om nou van feiten naar normatieve conclusies te springen, je zou eruit de conclusie moeten trekken. Kijk, zie je wel, banken maken gratis geld, ze kunnen daar gewoon zelf van alles mee kopen. En dat bankkrediet, dat financiert zichzelf. Want als ik naar de bankbalans kijk, zie ik dat krediet verschijnen en aan de andere kant van de balans komt vanzelf het geld tevoorschijn. Als u die conclusie trekt, dan wil ik u graag toch even attenderen op dat het wat mij betreft toch ietsje anders zit. Punt 1, en ik ga deze wat nader doorwerken dadelijk, is punt 1, geld is geen bezit van de bank. Het is een schuld van de bank. Het geld wat een bank creëert is een schuld van de bank aan u als rekeninghouder. Het tweede punt is wat ik maar de geldscheppingsparadox noem. Dit is het feit dat weliswaar in het bankwezen als geheel krediet inderdaad leidt tot nieuw geld. Maar dat een individuele bank voor ieder krediet wat hij verleent wel degelijk financiering moet zoeken. En dat klinkt heel tegenstrijdig als ik dat zo zeg. Daarom is het ook een paradox. Maar ik zal u laten zien hoe dat zit. Het derde punt is, er zijn bij die kredietverlening en dus ook bij die geldschepping heel veel interne beperkingen die een bank heeft en ook externe beperkingen die een rem zetten op de kredietverlening en de geldschepping. Ik zal dat nu nader laten zien. Om even te beginnen, stel u wilt geld lenen van uw buurman. En ik laat dat zien aan de hand van balansen. Balans waarop links altijd de bezittingen staan en rechts de schulden. Wat gebeurt er nu als u 100 euro wil lenen van de buurman? En u doet dat even via de bank, doe ik voor het gemak. Nou, het eerste wat er gebeurt is dat u een schuld krijgt van 100 euro aan de buurman. U belooft de buurman om over een jaar dat geld terug te betalen. Uw buurman krijgt er een bezitting bij, namelijk een claim op u, een lening die u over een jaar gaat terugbetalen. En daartegenover, want boekhouden is altijd tweezijdig, dat gaat altijd aan twee zijden van de balans. Daartegenover staat het cashgeld, of in dit geval het banktegoed, wat de buurman aan u overmaakt. En dat zien we hier. We zien bij de buurman daalt het banktegoed, uw banktegoed stijgt. En bij de bank zien we eigenlijk die mutatie weerspiegeld. Dus wat is er hier gebeurd? We zien het totaal aantal deposito's banktegoeden in het systeem is ongewijzigd. Alleen de samenstelling ervan is gewijzigd. De buurman heeft minder banktegoed, u heeft meer banktegoed en daartegenover staat krediet. Dus hier is geen geld gecreëerd, hier is alleen geld van eigenaar veranderd tegenover een krediet.
Maar dan komt de bank in het spel. Nu gaan we wel geld scheppen. Hè. Stel, u wil nog steeds die 100 euro hebben, maar u vraagt het niet van de buurman, want die heeft u al 3 keer geleend en die heeft er geen zin meer in. Dus u gaat naar de bank, want die is misschien nog wel zo gek om u geld te lenen. En miljard, het is zo. De bank geeft u krediet. Hoe ziet dat eruit? Zelfde balans. Ik heb de buurman er nu uitgelaten. Het eerste deel is nog hetzelfde. U krijgt een schuld aan de bank. De bank krijgt een claim op u, het krediet wat de bank aan u verleent. Daartegenover staat, en nu komt de truc, het geld. Nou, aan uw kant van de balans blijft dat hetzelfde. Uw banktegoed stijgt met 100. En in het bankwezen ontstaat inderdaad een extra schuld. En dat is het geld. Dit is het geld wat de bank creëert. Eigenlijk als weerspiegeling van het krediet dat verleend wordt. En dit is het bijzondere aan banken. En dit is de hele reden dat banken ook geldscheppende instellingen zijn. En daar een vergunning voor nodig hebben. Omdat ze in ieder geval op het niveau van de hele sector tegenover een krediet geld kunnen creëren. En dit is eigenlijk de truc van geldschepping. Zijn we nu klaar eigenlijk met de hele middag? Nou, nog niet helemaal. Ik wil u ook nog even uitleggen van hoe zit het nou met die paradox? Want als iedere individuele bank dit zo zou kunnen doen, zou je denken er zit helemaal geen ren op het systeem. Nou, dat is wel zo. Kijk. Als er een krediet verleend wordt door een bank, dan is het meestal zo dat het bank A, ING verleent een krediet. Alleen het geld wat daarmee gecreëerd wordt, dat slaat vaak neer bij een andere bank. Omdat bijvoorbeeld als je een huis koopt, een hypotheek neemt, je koopt dat huis van iemand anders en die andere persoon heeft dan een rekening bij een andere bank. En dan slaat het geld dus neer bij een andere bank. Hoe ziet dat er nu uit? Nou, vanuit bankperspectief. Als een hypotheek verleend wordt, dan ontstaat bij bank A een vordering op de persoon die de hypotheek aanneemt, in dit geval van 100 euro. Het geld wat daarbij hoort, slaat dus uiteindelijk neer bij bank B. Dus bank B krijgt een extra schuld, een extra banktegoed van 100. Dat verschil moeten die banken onderling verrekenen en dat doen ze via hun reserves die ze bij de centrale bank aanhouden. Dus bank A schrijft 100 euro vanuit zijn reserves bij de centrale bank over op de reserves van bank B. En nu ziet u dat de balansen weer sluiten. De balans van bank A is per saldo qua getalsmatig niet gewijzigd. En de bankbalans van bank B is getalsmatig aan beide zijden van de balans met 100 gestegen. Dus boekhoudkundig klopt het nu. Hoe kijkt nou een bankier tegen dit verhaal aan? Nou, die bankier van bank A in dit geval, die ziet, ik heb een lening verstrekt. Mijn reserves zijn gedaald. Ik voel mij comfortabel bij een bepaald niveau van reserves. Dat is namelijk, dat hangt vaak af van de banktegoeden die een bank heeft. Ik wil mijn reserves aanvullen. Dus concludeert de bankier, ik heb die lening verstrekt en ik moet dat geld toch terug zien te halen om mijn reserves aan te vullen. En dat is de reden waar Koos eigenlijk ook al een beetje op doelde. Dat voor een individuele bank is die geldschepping, dat verhaal gaat niet zo op. Terwijl een econoom die vanaf een afstandje naar het hele systeem kijkt en die eigenlijk gewoon die twee balansen samenneemt, die ziet, er wordt een lening gecreëerd aan de linkerkant van de balans van het bankwezen. Er wordt een schuld gecreëerd, ja, weliswaar bij een andere bank, maar als ik de hele sector banken bij elkaar neem, maakt dat niet zoveel uit. En ik zie op sectoraal niveau, zie ik inderdaad dat een krediet van 100 gepaard gaat met de creatie van een banktegoed van 100. Dus op sectoraal niveau, ja, is er geldschepping en toch vanuit het perspectief van de individuele bank ligt dat toch wat anders. Wil die bank toch financiering zoeken of moet die bank toch financiering zoeken voor die lening? Dus dat is ook alvast één rem op de kredietverlening door individuele banken. Waarmee ik kom eigenlijk op het volgende onderwerp. Wat zijn nou de remmen of de beperkingen in het systeem op die hele geldschepping? Het zijn niet de reserve-eisen die de centrale bank stelt. Dat zie je ook nog wel in oudere economieboeken. Dat de centrale bank stelt reserve-eisen. Dus van alle banktegoeden die een bank heeft, moet een bepaald percentage als reserve worden aangehouden. Het punt is alleen dat de centrale bank eigenlijk op verzoek van een bank die reserves leent aan de bank. Dus dat is nooit een beperkende factor. Omdat de bank kan altijd naar de centrale bank gaan en meer reserves lenen. Waardoor die ratio, dat percentage, nooit een beperking wordt. Er zijn wel een hoop andere beperkende factoren op kredietverlening. De eerste is de rente. De centrale bank stelt de rente vast.
Als de centrale bank vindt dat de kredietverlening te hard gaat in de economie, kan ze de rente verhogen. Dat is dan de beleidsrente van de centrale bank, maar die werkt door in de hele economie en verhoogt uiteindelijk ook de rentes die banken moeten rekenen op de kredieten die ze verlenen, waardoor uiteindelijk ook die kredietverlening zal afnemen. Het is immers minder aantrekkelijk om een krediet te nemen als de rente hoog is. Dus de rente is een heel belangrijk stuurmiddel vanuit de centrale bank voor de kredietverlening en daarmee dus ook voor de geldschepping. Een tweede beperking is natuurlijk het risicomanagement. Een individuele bank die krediet verleent, let wel een beetje op of die persoon of het bedrijf waar ze dat krediet aan verleent, of die wel kredietwaardig is. Want een bank heeft natuurlijk ook de plicht om te zorgen dat het geld netjes uiteindelijk allemaal terugkomt. Zodat de rekeninghouders van de bank aan het einde van de dag ook gewoon over hun geld kunnen beschikken. Dus het risicomanagement van een bank is ook een beperkende factor. Het derde is de beschikbaarheid van onderpand. Bijvoorbeeld bij een hypotheek dient het huis als onderpand voor de lening. En ook bij bedrijfsleningen is er onderpand, wordt er meestal gevraagd, als extra zekerheid voor de bank. Dat onderpand moet er wel zijn. Er wordt toch een stuk minder makkelijk krediet verleend als er geen onderpand is. De bank moet het krediet ook kunnen financieren. Ik heb net laten zien dat een individuele bank wel degelijk financiering moet zoeken voor die krediet. En dat die financiering moet er wel zijn. Dan moeten partijen in de markt bereid zijn om de bank te financieren om dat krediet te kunnen verlenen. En dan is er natuurlijk nog het toezicht van de centrale bank, toezicht op de kapitaalratio's van de bank, toezicht op de liquiditeitspositie en, ik noem hem even apart, dat is eigenlijk nieuw sinds de crisis, ook macroprudentieel toezicht. Dat is een heel duur woord, waarmee we eigenlijk zeggen dat de centrale bank tegenwoordig met een scherpere blik kijkt naar de ontwikkeling in de economie en kijkt of de kredietverlening wel in de pas loopt met de economie. En de centrale bank heeft dus nu ook extra instrumenten om, als de centrale bank van oordeel is dat de kredietverlening niet in lijn is met de economische groei, om de kredietverlening te beperken. Een heel belangrijke nieuwe tool in de gereedschapsset van de centrale bank. En als laatste, en toch ook niet onbelangrijk, er moet ook wel vraag naar krediet zijn. Want een bank kan natuurlijk een krediet willen aanbieden, maar bij het afsluiten van krediet zijn altijd twee partijen betrokken. De bank als verlener van het krediet, maar er is ook iemand, een huishouden of een bedrijf, die dat krediet moet nemen en ervoor moet tekenen dat hij dat wil hebben. Dat is een laatste beperkende factor. Ja, en nu wil ik toch wat meer ook naar het normatieve vlak, waar Boudewijn het ook al over had. Want wat blijkt nu, als we het in Nederland over geld en vooral over krediet en schuld hebben, is het heel erg lastig om de feiten van het normatieve debat te scheiden. En dat komt er mede door dat het woord schuld in Nederland zowel een feitelijke als een normatieve betekenis heeft. Ik heb nog even mijn goede oude woordenboek erbij gepakt. En dan zie je dat staan. Schuld is een bedrag dat men nog betalen moet. Een rekening vereffenen. Maar de tweede betekenis is het begaan hebben van of medeplichtig zijn aan een verkeerde daad. En ik denk dat in ons hoofd die twee betekenissen onbewust toch gewoon door elkaar lopen. Dat we schuld zien als dat is iets verkeerds. Dat is moreel eigenlijk iets niet goed. Daar moet je eigenlijk vanaf. En dat is goed om dat even in gedachten te houden. Als we het over schuld en krediet hebben. Ja, daar zit die normatieve dimensie zit er al heel dicht tegenaan. Het grappige is, de Engelsen hebben daar geen last van. Want als je naar de Engelse taal kijkt. De financiële schuld is in het Engels een debt of guilt. Debt. Terwijl de normatieve betekenis, iets fout doen, dan hebben we het over guilt of fault. Dus in de Engelse taal is die normatieve betekenis en die feitelijke betekenis, die is gescheiden, waardoor de discussie over debt eigenlijk niet meteen door die normatieve betekenis wordt vertroebeld. Ja, en nu ga ik inderdaad nog wat verder in dat normatieve en toch even de vraag van ja, is het huidige systeem nu goed of slecht? En Koos zei er ook al iets over en ik denk wat mij betreft is het antwoord van ja, kredietverlening of geldschepping zijn op zich niet goed of slecht. Het gaat erom wat ermee gebeurt. Wat gebeurt er met dat krediet? Wat gebeurt er met dat nieuwe geld? Daar kun je goede dingen mee doen, daar kun je slechte dingen mee doen. Ik heb even een paar voorbeelden op een rij gezet, manieren waarop geld en krediet goed kunnen worden aangewend. En eigenlijk geldt voor al die zaken, te veel van iets is nooit goed. Geld of krediet kan productief worden aangewend door investeringen in nieuwe fabrieken of nieuwe wegen. Maar ja, als er te veel geïnvesteerd wordt, zie bijvoorbeeld China, waar spoorlijnen en wegen van niks naar nergens worden aangelegd. Te veel is niet goed. Hetzelfde geldt bij nieuwbouw van woningen. Uitstekend, hè? Mensen moeten allemaal wonen. Ja, dat kan ook doorschieten. En Spanje is een voorbeeld van een land waar gewoon te veel is gebouwd in de jaren voorafgaand aan de crisis. Bedrijfsovernames, vaak een goed idee, maar soms komt er zo'n boom dat er verkeerde fusies en overnames worden gedaan en dan is het plotseling geen goed idee meer. En op zich als laatste, consumption smoothing, dus het idee dat je als starter
een hypotheek neemt om een huis te kunnen kopen, terwijl je daar anders misschien eerst 20 jaar voor zou moeten sparen, is op zich niks mis mee. Hè? En dat krediet en geld maakt dat mogelijk. Maar natuurlijk als mensen te veel krediet krijgen, overkreditering, dat is weer geen goed idee. Hè? Zo zie je eigenlijk, het maakt echt uit wat je ermee doet, bepaalt eigenlijk of het goed of slecht is. En kredietverlening, geldschepping op zich zijn wat mij betreft feiten inderdaad en op zich niet goed of slecht. Ja, en dan even een beetje vooruitlopend op de alternatieven, waar we dadelijk meer over gaan horen. Stel nu dat we geldschepping zouden willen nationaliseren. Dan de vraag die ik daarbij toch heb, is een beetje, welk probleem lossen we daar nou mee op? En dat laat ik weer even zien aan de hand van een balans. Dus dit is de balans van het bankwezen en andere financiële instellingen die krediet verlenen. Want dat hoeven niet alleen per se banken te zijn. En even heel simpel, versimpeld, wat staat er nou op die balans? Nou, links de bezittingen staan de kredieten die de financiële sector heeft verleend aan bedrijven, aan huishoudens. En rechts staan ten eerste geld, hè, dat zijn de banktegoeden. Maar er staan ook andere vormen van schuld, obligaties die banken hebben uitgegeven. Of de obligaties van shadowbanks. En als laatste het eigen vermogen natuurlijk. En wat je nu ziet is als we het over geldschepping hebben en als we heel erg inzoomen op dat geld. Dat is eigenlijk maar één onderdeel van alle schulden die de financiële sector heeft uitstaan. En dat is eigenlijk een vrij arbitrair onderdeel. Terwijl eigenlijk waar het wat mij betreft om gaat, hè, als je kijkt van wat is in het belang van de economie en gaat het goed of gaat het slecht, dan zijn die kredieten, die zijn veel belangrijker dan dat geld. En zoals ik eerder al zei, geld is uiteindelijk een bijproduct van kredietverlening. Dus volgens mij moet de discussie veel meer gaan over krediet en niet over geld. Is dat geld eigenlijk, die geldschepping eigenlijk helemaal niet zo interessant? Om dat even te illustreren, een beetje vreemd om dat te zeggen op een middag over geldschepping wellicht. Om dat even te illustreren, ik heb hier de geldgroei en de kredietgroei in een aantal landen weergegeven de afgelopen decennia. En dan zie je eigenlijk dat in alle landen de kredietverlening bijna elk jaar harder is gegroeid dan de geldgroei. En dat komt omdat uiteindelijk geld staat tegenover krediet op de balans. En geld is een bijproduct van die kredietverlening, maar krediet kan ook gefinancierd worden met andere vormen van schuld. Hè, zoals die bankobligaties en zelfs met het eigen vermogen. En je ziet, vooral in de VS is dat heel duidelijk, de kredietverlening jaar na jaar heeft die veel hoger gelegen dan de geldschepping. Geldt in iets mindere mate ook voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Spanje en Nederland. Dus eigenlijk zeg je van ja, die kredietverlening, daar moet je zijn en niet de geldschepping. Maar goed, als we dan toch bij geldschepping blijven, of misschien ook bij kredietverlening. En nu komen we echt inderdaad op het niveau, en dat is mijn laatste slide, komen we op het niveau van de waarde en wat zijn je onderliggende ideeën over hoe de maatschappij ingericht moet worden. Ik denk, bij het huidige systeem zitten we duidelijk links, zitten we eigenlijk in een systeem van marktwerking, waarbij de overheid duidelijke kaders stelt en de overheid ook toezicht houdt. Terwijl het gevoel wat ik krijg bij alternatieven die worden voorgesteld is dat de overheid daar een veel grotere rol in krijgt. En wat mij betreft eigenlijk zelfs een te grote rol. Hè? Omdat de overheid wordt gevraagd, of een overheidsinstantie of een commissie, om zowel de planning te doen van geldschepping, ook de uitvoering, het toezicht en uiteindelijk ook de verantwoording. En dat allemaal eigenlijk bij de overheid. En ik vraag me af of de overheid een dergelijke verantwoordelijkheid wel aan kan. Dus wat mij betreft, als ik de keuze even terugbreng tot deze simpele twee, dan zou ik zeggen, kijk, in het huidige systeem, we weten wat de problemen zijn. Dat hebben we natuurlijk maar al te goed ervaren de afgelopen jaren na de crisis. Maar we weten ook in welke kant we moeten zoeken voor oplossingen. En aan die oplossingen wordt al heel hard gewerkt. De buffereisen van banken zijn verhoogd. Er wordt ervoor gezorgd dat uiteindelijk de obligatiehouders van banken gaan betalen als een bank in de problemen komt en niet langer de belastingbetaler. Dus op allerlei vlakken wordt er gewerkt om het huidige systeem robuuster te maken. En niet in de laatste plaats, ik zou hem bijna vergeten, dat macro-prudentiële toezicht waar ik het over had. Wat de kredietverlening in toom moet houden als het nodig is. En een grote plus van het huidige systeem vind ik de contractvrijheid. Het idee dat burgers en bedrijven niet beperkt worden in hun keuze. Hoe wil ik mijn geld op een rekening zetten, op een spaarrekening of beleggen. En andersom, als ik geld wil lenen, heb ik ook grote vrijheid in welke looptijd, welke rente, welke bank. Die contractvrijheid is toch een groot goed wat mij betreft. En wat staat er tegenover als je het meer in handen van de overheid brengt? Ten eerste is het een heel radicaal experiment. Het is eigenlijk de voorstellen die nu op tafel liggen in Nederland, maar ook in andere landen, het Chicago Plan. Eigenlijk zijn het radicale experimenten die nog nergens ter wereld zijn uitgevoerd. En we weten dus eigenlijk niet goed
hoe dat gaat uitpakken. En ik vind het nogal wat om onze economie zo aan zo'n radicaal experiment te onderwerpen. Het is in ieder geval een experiment waarvan we weten dat de contractvrijheid op allerlei vlakken zal worden ingeperkt. Omdat ook als spaarder bijvoorbeeld heb je straks wellicht de keuze om of je zet je geld op een rekening courant, waar je geen rente op krijgt. Of je moet het echt lang vastzetten, omdat het dan gebruikt wordt voor een krediet. Dan moet je het echt voor een aantal jaar vastzetten. Hè. En de meest populaire vorm van sparen in Nederland is toch de direct opvraagbare internetrekening. En dat wordt ontzettend lastig om die in het systeem in de lucht te houden. En het tweede, zeg ik natuurlijk met een schuin ook naar de politici die dadelijk aan bod komen, is als je alles in handen geeft van de overheid, dan is er wel het gevaar dat dat vroeg of later een keer gebruikt gaat worden. En dat er wat politiek opportunisme optreedt in waar dat geld en waar dat krediet precies naartoe gaat. Om af te sluiten, wat ik u graag wil meegeven. Ten eerste een belangrijke feiten, of misschien mythes uit de wereld helpen. Geld is geen bezit van de bank, het is een schuld. Een heel belangrijk uitgangspunt. Geld aan de bank uitgeven is niet ongedekt, dat hoor je ook wel eens. Het is allemaal gedekt, dat heb ik u laten zien op de balansen, door de bankbezittingen, door de kredieten die de bank verleent. En derde punt is, een bank is helemaal niet bezig of gefocust op geldschepping. Een bank is bezig met kredietverlening. Geldschepping is echt een bijproduct van het kredietverleningsproces voor banken. Het tweede punt, er zijn belangrijke grenzen aan geldschepping en kredietverlening. De centrale bank stuurt met rente, rendement, risico, beschikbaarheid van onderpand, liquiditeits- en solvabiliteitsratio's van de bank, beschikbaarheid van financiering voor de bank, macroprudentieel toezicht. Er zijn allerlei interne en externe beperkingen aan geldschepping en natuurlijk niet onbelangrijk, de vraag naar krediet moet er ook zijn. Dus als laatste, en dat is echt het normatieve deel van mijn verhaal, naar mijn bescheiden mening zijn geld en krediet uitermate nuttig in de maatschappij. En maar eigenlijk zoals het met alles is, met mate. Te veel is nooit goed. En nationaliseren van geld of krediet wat mij betreft lost dat niks op. En introduceert het alleen maar nieuwe en deels nog onbekende problemen. En daar zou ik toch van weg willen blijven. Ik dank u voor uw aandacht. Hartelijk dank, Teunis Brozens. Misschien toch twee even vraagjes al even vooraf, die meteen bij mij opkomen. En voor de helderheid ook. En als ik het niet begreep, zijn misschien ook anderen het niet begrepen. Dus al het krediet wat de bank verstrekt aan anderen, daar staat iets tegenover aan de andere kant bij de bank. Dus het is niet zo dat er meer krediet verleend wordt, maar één van die manieren om te herfinancieren, dus bij een andere bank of bij met een dat is er altijd? Dat is altijd, want het is eigenlijk heel simpel. Een balans moet altijd sluiten en daarmee bedoelen we dat de twee zijden van de balans, de bezittingen en de schulden, moeten alle twee altijd even lang zijn. Hè? Als dat niet zo is, dan krijg je wat in 2008 gebeurde met een aantal banken, dan is er een probleem en dan moet een bank gered worden of iets dergelijks. Maar altijd een balans sluiten, dus per definitie, tegen iedere schuld, geld of wat voor schuld dan ook die een bank uitgeeft, daar staat iets tegenover. Maar dat geldt voor de centrale bank dus niet? Dat hoeft voor de centrale bank niet te gelden, nee. Tot nu toe, in de westerse wereld, bij de ECB, bij de Nederlandse bank geldt dat wel. In theorie kan, en dat is overigens inderdaad ook wel een belangrijk punt, dat omdat eigenlijk in alternatieve voorstellen wordt er vaak van gebruik gemaakt dat de overheid, die dan vaak wordt samengenomen met de centrale bank, in principe geld kan uitgeven zonder dat er iets tegenover staat. En ik vind dat juist ook wel interessant, omdat juist dan heb je dus eigenlijk ongedekt geld. Wat ik eigenlijk iets heel gevaarlijks vind. Ik heb liever dat mijn geld gedekt wordt door iets dan dat het wordt uitgegeven en dat ik op de blauwe ogen van de centrale bankier moet geloven dat het geld iets waard is. Gevaarlijk is een normatief woord, hè? Ja, dat is niet een feitwoord. Ja, nee, dat is goed om even te. Fijn die handleiding aan het begin ook. We hebben ook nog gesprek met Aart Hoebe zometeen. Daar zullen we het ook nog hiermee over hebben. Ander ding wat ik me dan meteen opviel. Maar een van de dingen die de geldschepping in de weg staan, is het risicomanagement van de bank. Oh, het risicomanagement. En dat hebben we net vanaf 2008. En dat is toch niet iets van, oh jeetje, houden die dat in check? Die houden dat tegenwoordig een stuk beter in check, denk ik, dan van tevoren. Kijk, er is ook in risk management, we zijn inmiddels natuurlijk 6-7 jaar verder. En er zijn heel veel ontwikkelingen buiten de bank, binnen de bank. Dus ja. Oké. Okay. En als laatste, geldschepping is een bijproduct. Het gaat dus om het krediet. Ja, oké, maar dan ben je toch blij als je van dat bijproduct af bent. Daar ontstaan allemaal gekrakeel over en conspiracy theories. En de Illuminati zouden met die geldschepping, u en ons en iedereen, totaal in de. Daar ben je lekker vanaf. Nou, kijk, ik denk wat een belangrijk probleem is van het alternatief. Want
een bank zou kunnen blijven bestaan in dat nieuwe stelsel, zou een beperktere rol hebben. Vervelend voor de bank, maar als maatschappij hoeft daar natuurlijk zich niet druk om te maken. Maar het probleem is dat de keuzevrijheid ook voor spaarders en voor bedrijven beperkt wordt. Omdat een bank kan nu een heel scala aan producten bieden, van een rekening courant tot spaarrekeningen met variabele en vaste looptijd. En dat wordt een stuk ingewikkelder. Het wordt eigenlijk of je hebt een rekening courant waar geen enkele rente op zit, of je moet echt voor langere tijd eigenlijk gewoon beleggen. En die keuze, die beperking van de keuzevrijheid, die heeft impact op ons allemaal. Ja, dus ik gooi het kind met het badwater weg dan eigenlijk. Dus dat bijproduct vind je niet zo belangrijk, maar je hebt dan ook alle andere dingen niet. Ja, ik begrijp het. Goed, Teunis Brozens, hartelijk dank. Ik wil de volgende spreker graag aankondigen. Dirk Bezemer, econoom. In dit geval hoop ik dan echt econoom bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk welkom over het wetenschappelijke perspectief. Dit was perspectief van de bank natuurlijk. Ja, dat mag. Ja, Teunis is ook wel een echte econoom, vermoed ik. Maar Boudewijn dan niet misschien, zoals hij zelf zei. Maar goed, dat laat ik graag een ander door. Ik wil eigenlijk niet gaan hebben over 100% reserve of Chicago plan. Dat zijn wat mij betreft rode haringen, zoals de Engelsen dat noemen. Dat leidt af van waar het echt over gaat. Waar het echt over gaat is in de eerste plaats dat geldschepping plaatsvindt en hoe dat werkt. Nou, daar hoef ik niets meer over te zeggen, heeft Teunis uitstekend uitgelegd. En in de tweede plaats waar dat dan voor gebruikt wordt, dat geschapen geld. Dus het gaat niet om scheppen voor geld, maar om het scheppen van geld. Waarvoor dan? Daar ga ik het eigenlijk over hebben. En hoe kan het dat het scheef loopt, dat het uit de klauwen loopt? En waar gaat het dan heen als het uit de klauwen loopt? Nou, daar gaat mijn onderzoek over. Met mijn onderzoeksteam in Groningen doen we daar al een aantal jaren onderzoek over. Hebben we data verzameld van intussen meer dan 50 economieën. Dan beginnen we patronen te zien. Ik ben daar niet de enige in. In de academische, economische gemeenschap is er hier steeds meer aandacht voor, gelukkig. En dat is waar het eigenlijk om gaat. Als ik u vertel bijvoorbeeld dat 70% van de uitstaande bankkredieten in Nederland, dat zijn geen bedrijfsleningen. Dus dat zijn hypotheken en leningen aan andere financiële instellingen. Dus de volgende keer dat een bankier u vertelt dat ze cruciaal zijn voor de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven, moet je zeggen, ja, voor 30%. Maar wat doe je met de rest? Nou, daar gaat het over. Dit heb ik ook wel eens een keer in Utrecht verteld en ik ben te lui geweest om de plaatjes te veranderen. Kijk, dit is waar we aan denken als we denken aan kredietverlening. Een ondernemer is iemand met een goed idee maar geen geld en de bank heeft daar een oplossing voor. Die schept geld en die geeft een lening en dat is één en dezelfde handeling zoals Teunis net uitstekend helder uitgelegd heeft. Dat is één van de vier soorten krediet die ik wil onderscheiden. En de tweede soort, dat is consumptief krediet. Dit is een rode Maserati, €221.000 nieuw. Nou, dat zou ik met mijn academisch salaris misschien niet direct kunnen betalen. Dan moet ik dus een consumptief krediet nemen. Het verschil met een bedrijfslening is dat ik dat geld niet gebruik om mijn inkomen te verwerven. Die Maserati schrijft alleen maar af. Die geeft mij geen inkomen, zoals een ondernemer zichzelf wel inkomen verwerft door een fabriek te bouwen met het geld van de lening. Dus de lening betaalt zichzelf terug in het geval van de fabriek, maar niet in het geval van de Maserati. Toch heeft het nog een positief effect op de economie, op de groei, op de productie. De Maserati-sector van de economie is hier blij mee natuurlijk. Dus er wordt waarde toegevoegd, er wordt winst gemaakt, er worden arbeidsplaatsen geschapen. Dan daaronder hebben we nog andere vormen van schuld en dat is in de eerste plaats hypotheken. En het bijzondere daaraan is dat niet alleen kun je daar geen inkomen uit verwerven. Als ik een huis koop, dan geeft dat huis mij geen inkomen. Ik moet die lening gaan terugbetalen, de hypotheek, uit mijn andere bronnen van inkomen. Daarom drukt het op mijn andere inkomsten. Opnieuw in tegenstelling tot bedrijfskredieten. Maar bovendien is het zo dat het geen enkel productief effect heeft op de economie. SEC. Dat huis, als het een bestaand huis is, natuurlijk als er een nieuw huis gebouwd wordt, is het anders. Dan is het weer een productief krediet. Maar als het een bestaand huis is, en dat geldt voor vrijwel alle hypotheken in Nederland, dan is het een huis wat van een eigenaar verwisselt. De huizenprijs zal er van omhoog gaan als heel veel mensen hypotheken nemen en huizen willen kopen. Maar er wordt niks geproduceerd. Er wordt geen BBP, bruto binnenlands product, aan toegevoegd. De schuld neemt wel toe, maar de economie niet. De schuld neemt wel toe, maar het BBP niet. Er kunnen natuurlijk bijeffecten zijn. Als ik een nieuw behangetje wil of een nieuwe keuken, dan is dat goed voor de economie. Maar dat zijn natuurlijk peanuts bedragen vergeleken met de 2 of 3 ton... hypotheek die je moet nemen om een huis te kopen. Dus dat is een voorbeeld van schuld die niet productief is. En het probleem daarmee is dat je door die schuld, zoals ik al zei, geen inkomen
genereert waaruit de schuld kan worden terugbetaald. Dat is heel belangrijk. Als dat wel zo is, dan kun je namelijk rustig doorgaan met schuldgroei. Want je inkomen groeit ook. En het gaat om die verhouding tussen schuld en inkomen. En de vierde soort van schuld is schuld die financiële instellingen anders dan banken op zich nemen om te investeren in financiële producten. En in dat opzicht is dat net zoiets als een hypotheek. Geld wordt geleend, schuld wordt gemaakt om te investeren in vermogenstitels. En daarmee nemen de prijzen van die vermogenstitels, aandelen, obligaties, derivaten, die prijzen nemen wel toe, maar de economie groeit er niet van. Niet direct tenminste. Er kunnen natuurlijk allerlei positieve indirecte effecten zijn. En dat is eigenlijk het vergeten geld. Dus hier heb je boven de lijn heb je productief krediet, consumptief en direct productief krediet. En onder de lijn heb je krediet wat alleen maar vermogensprijzen opdrijft in eerste instantie. En dat is eigenlijk het vergeten geld. Het vergeten geld, dat is het geld onder de lijn. Als we dus kijken wat het effect is op de economie. Nou, geld wat naar de economie gaat van goederen en diensten, waar winsten en lonen worden gegenereerd en werkgelegenheid, dan is dat schuld wat niet leidt tot een schuldenlasttoename. En de schuldenlast definieer ik nu even als de verhouding tussen schuld en inkomen. Het BBP, het bruto binnenlands product, is de som van alle inkomens. De schuldenlast neemt er niet van toe, maar dat is dus wel het geval voor leningen naar vastgoed en financiële markten. En in Nederland, met name vastgoed, is natuurlijk een hele grote categorie. Nou, dat kan ik beweren dat daar de schuldenlast van toeneemt, maar kunnen we dat ook zien? Ja, dat kunnen we ook zien. Daar zijn we wetenschappers voor. We kijken naar de feiten, er is geen ideologie. En we zien dat als we de totale hoeveelheid uitstaande leningen, en helaas heb ik daar maar cijfers voor kunnen vinden die publiek controleerbaar zijn vanaf 1990. Als we daarnaar kijken, dan zien we dat de blauwe lijn, dat zijn leningen aan bedrijven en consumptief krediet, maar dat is maar heel weinig in Nederland. Leningen aan bedrijven als percentage van het BBP op de verticale as, dat is ongeveer 50%. En dat was het in 1990. Het is nu iets meer, dit loopt tot 2012, maar er is niet heel veel veranderd, maar niet heel veel meer. De zwarte lijn is de totale hoeveelheid uitstaande schuld. He, dus als je private schuld ziet als het probleem van de kredietcrisis en van de recessie waar we nu net uit zijn, dan moet je afvragen, hoe komt het dat de private schuld zo sterk gestegen is? Hoe komt het dat die zwarte lijn zo sterk omhoog is gegaan? Komt dat misschien door de blauwe lijn? Het antwoord is niet moeilijk. Nee, die blauwe lijn is plat. Schuld is goed. Schuld is een goed idee, want je kunt daar bedrijfsactiviteiten mee financieren. De toename van de private schuld als percentage van het BBP komt vrijwel helemaal door de toename van die rode lijn. En dat zijn met name hypotheken. En ook leningen aan andere financiële instellingen, anders dan banken. Dit is hetzelfde plaatje voor de Verenigde Staten. Die hebben veel betere statistieken dan Nederland. Er wordt aan gewerkt, hoop ik. Maar dat gaan we helemaal terug tot 1952. Je ziet dat na de oorlog er heel erg weinig private schuld was. En dat heel erg geleidelijk toenam tot aan de liberaliseringen van midden jaren 80. Ronald Reagan, Reaganomics, je ziet het enorm omhoog gaan, even stabiliseren en dan na de dotcom-bubble en 9-11, een enorme monetaire reflatie, het gaat crescendo tot aan de crisis van 2008. En je ziet opnieuw dat de toename van die zwarte lijn, de toename van de totale schuld, is vrijwel geheel te wijten aan die rode lijn en dat is de finance and property sector, de FIRE sector, finance, insurance and real estate. Dat is een categorie in de Amerikaanse statistieken, de FIRE sector. Nou, in 2009 brak het vuurtje dus uit. Opnieuw die blauwe lijn, dat zijn kredieten aan de reële sector. Je ziet dat die tot aan de liberalisering van de jaren 80 letterlijk plat is. En dat is bijzonder. Echt ietsje onder de 100%. Dan gaat hij naar een hoger plateau. Dan is die weer stabiel tot aan de crisis. Dan gebeuren rare dingen. Dan gaat het BBP ook dalen. Dan krijg je tellen-noemer effecten. Maar opnieuw zie je dat schuld die aan de reële sector, aan de zogenaamde maakindustrie uitgekeerd wordt, niet leidt tot toename van de schuldenlast. Niet leidt tot toename van de schuld-BBP-verhouding. We kunnen die cijfers ook op een andere manier weergeven voor Nederland. Dit is de grote omkering in wat banken doen met de Nederlandse economie de afgelopen kwart eeuw. In 1990 was het merendeel van de uitstaande leningen nog bedrijfskrediet. Iets meer dan 50%. En dat is enorm gekelderd. Dat is denk ik nog nooit eerder gebeurd dat het zo snel veranderd is in de financiële geschiedenis van enig land, zou ik wel durven zeggen.
En dat wordt met name gecompenseerd door de toename in hypotheken. Dus dit, nu heb je op de verticale as niet het aandeel van de BBP, het aandeel in de economie, maar het aandeel in alle uitstaande leningen. Dus dat is een omkering in de functie die het bankwezen heeft voor de economie. Niet meer het financieren van productie, van vorming van winsten en lonen, maar het opdrijven van huizenprijzen, laten we eerlijk zijn. Dat is het belangrijkste wat er gebeurd is. En een beetje bijbouwen natuurlijk. En natuurlijk ook keukens en behangen. Dat is mooi, maar is niet genoeg. Dat is dus hoe het uit de klauwen liep. Dat is wat er gebeurde. Dus als geldschepping goed, maar ook gevaarlijk kan zijn, dan dit is de manier waarop het gevaarlijk is. En ik hoef intussen niet meer uit te leggen wat er gevaarlijk is aan het toenemen van hypotheekverstrekking. Huizenprijzen gaan omhoog. Mensen die al een huis hebben, ja, dat is misschien fijn. Heel fijn voor je, maar mensen die een huis moeten kopen, daarvoor is het een groot probleem. De schulden nemen erdoor toe. En een heel aantal andere negatieve effecten. Waarom gebeurt dat nou? Daar is theorie over. Heel in het kort gezegd komt het door de menselijke natuur en door financieel kapitalisme. Met andere woorden, een markteconomie, vroeger noemden we dat kapitalisme, tegenwoordig een markteconomie gekoppeld aan hoe mensen in elkaar zitten, leidt tot instabiliteit. En degene die deze theorie ontwikkeld heeft, dat is Hyman Minsky, de man met het spencertje daar. Dit is een van de boeken waarin hij dat duidelijk uitlegt. Stabilizing an Unstable Economy. En heel in het kort zegt hij, omdat we geld hebben, geld is iets wat je hebt omdat je het niet geconsumeerd hebt. Het geld in je broekzak heb je in je broekzak omdat je het niet uitgegeven hebt. Dus wil je het in de toekomst gaan uitgeven. Geld is uitgestelde koopkracht. Dat betekent dat je met de toekomst bezig bent. En dat betekent dat investeringen gedreven worden door verwachtingen, door met de toekomst bezig te zijn. En verwachtingen kunnen heel snel veranderen en ook heel snel omslaan. Mensen hebben de neiging om optimistischer te worden in goede tijden. En daardoor krijg je dat geld ook steeds meer naar markten gaat waarin prijzen aan het stijgen zijn. En als geld naar markten gaat en in een beperkte hoeveelheid huizen bijvoorbeeld gestoken wordt, dan gaan die prijzen stijgen. Dus dat wordt een self-fulfilling prophecy. En dat kan natuurlijk ook weer omslaan. Op een gegeven moment is er zoveel schuld dat mensen er zenuwachtig van worden. Of loopt het spaak in het bankwezen, zoals in 2007. In 2006 eindigde de stijging van de Amerikaanse huizenprijzen. Een jaar later hadden we een crisis. Nog een jaar later Lehman Brothers. En dan krijg je een crisis. En dat zie je eigenlijk steeds weer gebeuren. Dus de vraag is niet, hoe kan het nou dat we een crisis hebben? Maar hoe kan het dat we af en toe stabiliteit hebben? Want instabiliteit, crisissen, is eigenlijk in het financieel kapitalisme ingebouwd. Komt doordat we geld gebruiken, waardoor we verwachting opbouwen, waardoor we altijd naar de toekomst kijken, waardoor we te optimistisch worden in goede tijden en te pessimistisch in slechte tijden, zoals de afgelopen jaren. Nou, ik vind het een uitstekende verklaring die ook een heleboel verheldert en die ook verklaart waarom de hypotheekverstrekking met name zo uit de klauwen kon lopen. Want als je geld uit het niets kunt maken, nou, dat is een beetje een gekke term zoals je uitgelegd hebt, maar in ieder geval geld groeien, daar zit geen inherente rem op, hè, van alle remmen die jij genoemd hebt. Risicomanagement, toezicht, ja, dat zijn allemaal vrij zachte remmen uiteindelijk. Als de hele maatschappij, inclusief toezichthouders, in die euforische toestand komt, van de bomen groeien tot in de hemel, dan zijn er geen remmen meer. En dat hebben we meegemaakt. Als dat gebeurt, dan zul je zien dat met name naar vastgoedmarkten, dat is de grootste markt voor vermogenstitels, de grootste markt waarin je rijkdom kunt opbouwen in ieder land, dat met name daar de prijzen gaan stijgen. En dat komt omdat het zichzelf lijkt te valideren. Als je een hogere hypotheek neemt, maar de huizenprijzen stijgen ook weer, ga je van een hypotheek van 3 ton met huizen van 4 ton naar een hypotheek van 7 ton met huizen van 8 ton. Nog steeds denk je, ik zit positief, totdat de huizenprijzen gaan dalen. Maar de schulden dalen niet, die zijn helaas vast. En dat is de dynamiek die je keer op keer weer ziet. Met name in Nederland. Wij zitten in ieder geval de top 5, misschien de top 3 van landen met hoge hypotheekschuld. Wat moet je daar dan aan doen? Nou, de menselijke natuur kun je niet veranderen. Tenminste, niet op korte termijn, als je het al kunt. Financieel kapitalisme kun je ook niet veranderen. Tenminste, in de Sovjet-Unie is het gebeurd, maar ik denk niet dat daar politiek consensus over is. Gegeven dat we vastzitten aan de menselijke natuur en aan financieel kapitalisme, wat ook een geweldig systeem is in veel opzichten, moeten we dus het financieel kapitalisme reguleren. Nou, opnieuw, dat is nu bon ton, dat te zeggen. Iedereen accepteert dat intussen wel. De vraag is dan, wat voor soort regulering? Een voorstel is dus het Chicago Plan, 100% reserve money, enzovoort. Nou, er zal nog genoeg over gezegd worden, dat zal ik niet nu al doen. Een andere hele set maatregelen die pas uitgekomen zijn, is in dit werk van de Roosevelt Institute, Joseph Stiglitz en anderen, Rewriting the Rules.
En dat zegt het eigenlijk helemaal. U moet maar eens lezen wat er precies in staat. Sommige dingen waar je het mee eens kunt zijn en andere niet. Maar het gaat om de regels waaronder de menselijke natuur opereert in financieel kapitalisme. Het gaat niet om de aard van geld. Het is goed dat we snappen wat dat is. Geld is een vorm van schuld. Schuldgroei is op zich een hele mooie uitvinding. Waarschijnlijk al ergens in de prehistorie gedaan door de mensheid. Om economische activiteit mogelijk te maken. We weten nu ook hoe het specifiek uit de klauwen kan lopen. Dat gebeurt altijd met name op het gebied van hypotheekverstrekking. Schulden ten behoeve niet van productie, maar ten behoeve van het toelaten nemen van asset prices, vermogenstitels, land en huizen met name. En we weten ook eigenlijk best hoe we dat moeten reguleren. Eigenlijk sinds de liberaliseringen van de jaren 80 zijn we het heel gek gaan vinden dat de overheid zich een mening vormt en sturend optreedt wat betreft de omvang en de verdeling van bankkredieten. Maar in heel veel landen, nu nog steeds, en in de meeste West-Europese landen tot aan de jaren 70, was dat heel normaal. De overheid en de banken wereldwijd zijn onderworpen aan allerlei regels, de Baselregels enzovoort. En daarin zou je best dingen kunnen opnemen waarin je zegt wel, een toename van de groei van hypotheekkredieten boven een bepaald niveau zou moeten leiden tot dempende maatregelen. Of andere soorten. Dus als we daar wetenschappelijk bewijs voor hebben, dan kunnen we op basis daarvan best regulering bedenken. Maar dan moet het natuurlijk af van het idee dat de beste verdeling van van leningen, die verdeling is die de markt produceert. Er is geen enkele garantie dat de markt een optimale verdeling zou voortbrengen. En dat komt door die theorie van Minsky. Er is juist alle garantie dat het uit de klauwen zal lopen als je het niet reguleert. Dat is geen ideologische uitspraak, maar dat is een feitelijke uitspraak. Gevolgen van geldschepping die uit de hand loopt zijn in de eerste plaats dat geldschepping dan niet meer leidt tot economische groei. Ongeveer 40 jaar lang hebben economen empirisch onderzoek gedaan naar het effect van geldschepping op economische groei. En tot 5-6 jaar geleden zeiden ze altijd dat effect is positief. Er was eigenlijk niemand die dat betwiste. Nu is er een heel aantal studies, waaronder mijn eigen werk, die laten zien dat effect is negatief. Ongeveer sinds de jaren 90, toen is het omgeslagen. We weten nu ook waarom, tenminste ik weet waarom. Dat komt door de hypotheekverstrekking. Dat leidt wel tot groei van schuld, maar niet tot groei van economische activiteit. En die schuld zelf heeft een negatief effect op economische activiteit. Je ziet hier dus duidelijk ook een negatieve correlatie tussen de totale hoeveelheid uitstaande schuld op de horizontale as en de groei in het BBP per hoofd van de bevolking op de verticale as. Je kunt het ook zo uitdrukken in een zogenaamde groeicoëfficiënt. Dus dit geeft aan hoeveel extra BBP-groei geeft een euro krediet. En je ziet dat dat flink afgenomen is en dat dat eigenlijk in de jaren 90 en 2000 niet van nul te onderscheiden is, zoals statistici dat graag zeggen. Dus er is geen groeieffect van extra schuldverlening. Niet omdat schuld slecht is, niet omdat geldschepping slecht is, maar omdat de manier waarop het gebruikt is slecht was. Slecht voor de economie tenminste. Natuurlijk heel goed voor huizenbezitters en voor banken die er vet aan verdiend hebben. Het leidt wel tot meer crisis en langere recessies. En ook daar zijn er nu een heel aantal studies die dat duidelijk laten zien. Landen die voor 2007 een snellere groei hadden van een hypotheekkrediet of een hoger niveau van hypotheekkrediet, die hadden na 2007 langere recessies. En Nederland heeft een van de langste gehad. En diepere recessies. En dat geldt ook voor de Verenigde Staten. House of Debt is een boek waar dat heel erg duidelijk uitgelegd wordt door Mian en Sufi. En zo komen we eigenlijk tot een soort theorie van over het verband tussen geldschepping, tussen kredietverlening en de economie. It helps, it hinders and it hurts, zeg ik dan tegen Engelstalige gehoren. Op een laag niveau en op een gematigd niveau van verlening van krediet en van schuldschepping dus, is het goed, want dan gaat het ook grotendeels naar bedrijven. Als het toeneemt, als het gaat groeien, dan hindert het de economie al. Alleen op het moment dat het gebeurt, hebben we het meestal niet door. Want het voelt heel fijn. Iedereen wordt rijker, huizenprijzen stijgen. Maar achteraf kunnen we nu dus zien, vanaf de jaren 90 was meer schuld al niet meer goed voor economische groei. Een minderheid van economen zei dat toen ook. Maar er werd natuurlijk niet naar geluisterd, zo gaat het met minderheden. Anders waren er geen minderheid meer. En als er een crisis is, ja, dan doet het pijn, dan weet iedereen het wel. De kunst voor het economisch beleid is dus om in die hindersfase de bel te luiden. En de kunst voor wetenschappers is om de goede maatstaven te ontwikkelen, om te zeggen, hier moet je naar kijken. En als dit toe gaat nemen, dat is een rode vlag. Dan moet je aan de bel trekken, ook al voelt het geweldig. En ook al zegt iedereen, this time is different. Hè? Dus ja, nu is opkomst van China, ICT, dat is altijd een verhaal, bij iedere bubbel. Maar er zijn ook indicatoren waar we kunnen zien,
Het kan een tijd goed gaan, maar het gaat daarna fout. Dat leert de geschiedenis, dat leert de statistiek. Met andere woorden, het gaat om het gebruik van schuld en niet om de hoeveelheid schuld alleen. Het gaat niet om schuld als concept, want dat is een heel nuttig concept. Schuld en krediet is precies hetzelfde. Het zijn twee kanten van dezelfde munt. Dus krediet vindt iedereen geweldig, schuld vindt iedereen verschrikkelijk. Dat kan natuurlijk niet. Je houdt van allebei of je vindt allebei verschrikkelijk. Maar het gaat om schuld weer productief te maken. Nou, dan is de vraag, hoe gaan we dat doen? Ik heb net al wat voorzetten gegeven, daar zal straks meer over gepraat worden. Maar dit is de analyse van wat er schort. Dank u voor uw aandacht. Ja, heel hartelijk dank. Ongelooflijk mooi om te zien hoe wetenschappelijk onderzoek ons echt ook helpt. Hè. We zouden willen dat er meer leden van de Tweede Kamer hier vandaag waren. Dat ze ook inzien dat gewoon onderzoek naar bepaalde fenomenen ons echt gewoon verder kan helpen. Daar word ik in ieder geval ontzettend enthousiast van. Maar dit is geen symposium over onderwijs, maar over banken en geldschepping en economie. Mooi dat onderzoek, daar zit zo'n omslagpunt in rond 2000. Hè, waar de ene soort krediet de andere inhaalt. Hè, dus waar hypotheek, in die statistiek die je niet ziet, maar hypotheek verstrekking de belangrijkere wordt en kredietverlening aan bedrijven de kleinere, hè, dat omslagpunt. Dan vraag ik me natuurlijk meteen af, dat zijn toch grotendeels politiek gedreven keuzes geweest, waardoor dat aangemoedigd werd dat wij allemaal huizen gingen bezitten, toch? Dat is een van de factoren die ik niet helemaal genoemd hoorde worden, maar dat zit daarachter, toch? Ja, dat is een heel belangrijk factor geweest. Niet alleen in Nederland, ook in de Verenigde Staten met name, maar ook in andere landen wel, Denemarken, is dat ook een heel belangrijk factor geweest, dat klopt. Ja. Maar ja, dat hindert dus, en op een gegeven moment wurgt het ook, om het even in het Nederlands te houden, in hurts. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook wel een groot maatschappelijk goed dat iedereen zijn eigen huis heeft. Zo, dat zijn andere effecten weer. Nou, in heel veel landen is het misschien verkieslijker om te kunnen huren op een betrouwbare, betaalbare manier dan om een huis te moeten kopen. Ik weet het niet. Waarom is dat eigenlijk zo mooi? Nou ja, dat was in ieder geval de theorie erachter, dat mensen beter voor hun eigen huis zorgen, dat ze dan er beter mee omgaan, dat ze onafhankelijker zijn, in woonkazernes wonen en uitgezogen worden door huisjesmelkers. Het woord huisjesmelker, dat is ook pejoratief en niet objectief. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is van hoe ideologie en feiten door elkaar gaan. Kijk, historisch gezien is het bezitten van je eigen huis iets heel begeerlijks, een teken van onafhankelijkheid. En met name in Anglo-Saxische landen leeft dat nog voort. Ik weet nog een keer, toen ik in Engeland woonde, hoorde ik van iemand die zei van, bij hem zou ik nooit op de thee gaan, want die huurt zijn huis. Nou, voor ons Nederlanders is dat helemaal bezopen, maar, en voor heel veel Engelsen ongetwijfeld ook. Maar dat geeft aan dat er een waardeoordeel aan zit. En misschien zit dat in, want er zit namelijk helemaal geen robuuste theorie achter het feit dat eigen huisbezit goed zou zijn. Ik weet. Economisch beter. Of, ja. Nee, maar het is kennelijk iets wat maatschappelijk wenselijk is. Maar dat, en daardoor is het gedeeltelijk ook ingevoerd. Maar dat betekent dus dat je je groeicapaciteit of dat je recessie verlengt als je hem hebt. Als er een financiële crisis komt, heb je daarna een veel langere recessie als je meer private schuld hebt. En dat is bijna altijd hypotheekschuld. Ja. Dus bij dat soort maatregelen, en er zijn er nu een aantal, vandaag in de krant staat bijvoorbeeld, staat er weer over, dat het moeilijker wordt om te vertrekken, dat is economisch, uit jouw onderzoek gesproken, gebaseerd op wetenschappelijk inzicht eigenlijk. Ja, nou, wat ik met name zou zeggen dat hieruit volgt, is dat je tijdens de groei van kredietverlening, van hypotheekverlening, dat moet remmen. Na de crisis doet het extra pijn om het in te gaan doen, dan ben je eigenlijk te laat. Nog steeds is het nodig dat het een keer gebeurt, maar dan ben je eigenlijk te laat. Oké, okay, goed. Ja, hartelijk dank. Wow, dus dan hebben we nog een grote. Ja, nou. Dat is ook niet zo mooi natuurlijk. We hebben een derde spreker en daarna gaan we even pauzeren. Maar we hebben een derde spreker, Martijn Jeroen van der Linden van de Stichting Ons Geld. Heel hartelijk welkom ook. Buitengewoon indrukwekkend hoe jullie erin geslaagd zijn om dit onderwerp helemaal op de agenda te krijgen. Dat heb ik met studie bekeken, want dat proberen wij natuurlijk ook steeds, onderwerp op de agenda te krijgen. Dat heb je ongelooflijk goed gedaan. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, waar ik vandaag iets over wil gaan vertellen is over geld en krediet. En over het burgerinitiatief Ons Geld. Ik ben zelf dus een van de initiatoren en de andere initiatoren zijn Ad Broeren. Zit hij in de zaal? Ja, daar is hij. George van Hout van de Verleiders. Ook aanwezig. Nou, en als Stichting Ons Geld waar ik zelf bestuurslid ben. En wat ik vandaag met u wilde doen is dus iets vertellen over het burgerinitiatief. Dan iets over de crisis van geld en krediet. Waarom het uit de hand is gelopen. En dan uiteindelijk, ja, kan het anders.
Wat is de toekomst van geld en krediet? En ik wil dus eigenlijk iedereen in de zaal ook uitdagen om aan te haken en mee te denken in dit proces. Want er zijn veel ideeën, maar die ideeën ja, die worden steeds verder ontwikkeld en ja, er komen gewoon steeds meer mogelijkheden. Dan, nou ja, waarom zijn we nou het burgerinitiatief gestart? En ik denk dat er twee doelen zijn. Dus het eerste is het aanwakkeren van een maatschappelijk gesprek. Ja, dat is onder andere wat we hier aan doen zijn. En het tweede is een proces starten dat kan leiden tot monetaire hervorming. Dus die twee doelen willen we graag bereiken. En waarom is nou dat maatschappelijk gesprek nodig? Nou, ik denk dus dat de kern van het systeem sinds 2007-2008 onveranderd is gebleken. Er zijn wel van allerlei maatregelen getroffen, maar de kern is niet veranderd. En daarom is het ook heel moeilijk om bijvoorbeeld de hoge niveaus van schulden naar beneden te krijgen. Dan is het dus onduidelijkheid over zeer basale concepten. Dat we dus niet goed weten wat de rol van banken is. Nou ja, van allerlei hele simpele dingen die dus eigenlijk totaal verkeerd worden begrepen. En dan denk ik dat ICT en digitalisering geld hebben doen ontsporen, maar ook gigantische mogelijkheden bieden om geld en krediet opnieuw in te richten. Dan monetaire hervorming, daar zal ik dus mee eindigen. Maar voor mij is de kern dus het splitsen van geldcreatie en kredietverlening. Dat is de kern van monetaire hervorming. Dus dat geldcreatie en kredietverlening, wat Teunis net goed heeft uitgelegd, niet meer zo gebeuren. Dan iets over de achtergrond. Nou, we hebben op 13 januari is het burgerinitiatief gelanceerd bij De Wereld Draait Door. Door de verleiders. En binnen iets meer dan 24 uur hadden we 40.000 handtekeningen. We hebben het op 21 april aangeboden aan de Tweede Kamer met een officieel document namens 113.000 ondertekenaars. En momenteel wordt dus het document getoetst of het voldoet aan alle wettelijke eisen. Dus dat is de huidige stand. En dan de vraag, waarom staan we altijd op bankieren centraal? Want de financiële sector is veel groter. En waarom ik denk dus dat bankieren centraal moet staan, is omdat het huidige financieel systeem een banksysteem is. Banken spelen een hele grote rol in zowel geld als krediet. Dus daarom is het heel goed om te kijken naar de rol van banken en of dat anders kan. Dus banken centraal, of bankieren eigenlijk centraal. Dat is een belangrijk onderscheid. Bankieren centraal. Ja, dit is dus uitgelegd hoe bankkrediet creëren. Dus enerzijds een bankkrediet en aan de andere kant plaatsen banken geld op de balans. En nou ja, hoe wij het zien, al het girale geld is momenteel een vordering. Dus een vordering op een specifieke bank. Dus je hebt een schuld bij die bank en die moet je terugbetalen. Dus daarom zeggen wij dat dit schuldgeld is. En over al dat schuldgeld wordt rente betaald. Dus er is eigenlijk een constante overdracht vanuit de reële economie naar de bankensector. Dus de kern van het huidige systeem. Dus geldcreatie uit krediet. En wat zijn er nou de twee kenmerken van? Volgens mij is kenmerkend wederzijdse schuldcreatie. Dus er moet inderdaad iemand zijn die een lening wil nemen en een bank die een handtekening zet. Op dat moment komt het geld in omloop. Wederzijds schuldervaring, een belangrijk begrip. Een tweede is contractuele liquiditeit. En wat is contractuele liquiditeit? Nou, banken beloven altijd deze twee vormen van geld tegen elkaar in te wisselen. Dus als ik naar de bank ga en ik heb giraal geld, dan geven ze mij garta geld en andersom. Dus die twee vormen van geld, daar zit geen wisselkoers tussen, het is altijd hetzelfde. En mensen denken dus dat het hetzelfde is. Het zijn alle twee liquide, deelbaar en het is dezelfde risicoperceptie. Terwijl achter dus dit geld zit wel degelijk risico. Maar dat snappen we dus niet. Of dat hebben we dus niet door. En of dat nodig is, is dus de vraag. Of die contractuele liquiditeit iets is wat in een digitaal tijdperk dus nodig is. Dan denk ik dat er drie belangrijke ontwikkelingen zijn die banken, die bankieren dus hebben doen laten ontsporen. En het eerste is globalisering. Dus banken zijn steeds internationaler gaan opereren en toezichthouders en politie acteren grotendeels nationaal. En het tweede is dat in toenemende mate zijn financiële instellingen gaan streven naar winstmaximalisatie. En ja, banken kun je eigenlijk zien als kredietfabrieken. En nou ja, net zoals je gewoon een fabriek hebt, wil je zoveel mogelijk producten verkopen. En banken hebben zoveel mogelijk kredieten willen verkopen. Grofweg. Een derde belangrijke is dus ICT en digitalisering. En nou ja, die hebben dus bankieren echt cruciaal veranderd. En nou ja, daar rechts staat de steeds complexere schaduwbankieren en steeds complexere bankieren en steeds mobieler krediet. Dus krediet is steeds mobieler geworden en daardoor steeds moeilijker te vangen en eigenlijk toezicht op te houden. En dan de vraag, wie weet wat schaduwbankier is? Dus de meeste mensen weten niet wat schaduwbankier is. Nou, ik heb hier lang over getwijfeld, maar ik ga dan een korte cursus shadowbanking geven. Want wat is shadowbanking of schaduwbankieren? Schaduwbankieren is geldcreatie uit krediet buiten de traditionele bankensector. En de kern zijn gesecuritiseerde kredieten, leningen en hypotheken. Dus dat is altijd de basis waarmee het begint.
En als we naar statistieken kijken, dit komt uit de US, dan zie je dus dat de omvang van de shadowbank-industrie of de shadowbanks is gigantisch gestegen. Dus daar zijn de oranje blokjes. Ook in Nederland is de shadowbanking sector heel erg gegroeid. Inmiddels is hij ergens tussen de 1000 en 3000 miljard de grootte. Het hangt af van de definitie en wat je er precies ondertelt. Maar dat is dus eigenlijk het fascinerende, dat we niet eens precies weten hoe groot het is. Of dat we daar geen overeenstemming over hebben. En nou ja, om dit te begrijpen moet je dus precies begrijpen wat bankieren is. Dus dan moet je de technieken van bankieren begrijpen. Ik heb ze hier opgezoomd wat de belangrijkste bankierstechnieken zijn en de belangrijkste transformaties. Dus banken transformeren het bedrag. Je hebt kleine tegoeden en grote leningen. Ze transformeren kredietrisico door verschillende technieken. En ze transformeren looptijden. Dus je hebt lange leningen en je hebt al het opvraagbare tegoeden. En als je in detail naar dat shadowbanking gaat kijken, dan zie je dus dat iedereen die een balans heeft, die kan eigenlijk geld creëren uit krediet. Dat is eigenlijk de belangrijkste les van shadowbanking. Dus als je dit begrijpt, dan kun je dit gaan doen. En dan, hoe ziet het shadowbank systeem eruit? Ik laat het zien omdat het dit vind ik een zeer imposant plaatje. Dit is het shadowbank systeem, weergegeven door Pozar. Het zijn allemaal balansen. Net hebben we het heel simpel gezien, dat Teun het heel simpel is. Maar het shadowbank systeem is gigantisch groot. Het zijn allemaal balansen die aan elkaar geschakeld zijn. En via die balansen, sommige balansen zijn balansen van onderdelen, financiële onderdelen waar niet eens mensen voor werken, daar wordt dus geld uit krediet gecreëerd. En ik wilde één voorbeeld geven van hoe dat dan gaat. En ik ga nu in op het Repurchase Agreement Channel. Dat is één van de vele kanalen waarop het shadowbank systeem functioneert. En het begint altijd dus met het verstrekken van een krediet. Dus een commerciële bank verstrekt een krediet aan iemand die geld wil lenen, aan een lener, en die krijgt geld daarvoor. Die koopt in het voorbeeld van een institutionele belegger, koopt die vastgoed onroerend goed. Dus het geld zit nu bij de institutionele belegger en het onroerend goed bij degene die geleend heeft. Maar wat gebeurt dan in de tussentijd? Die commerciële bank die haalt die lening van zijn balans af en die plaatst het bij een special purpose vehicle, in het Engelse term, of een special purpose entiteit in Nederland. En die verknipt die lening of het pakket van leningen in derivaten. En je hebt asset-backed securities, collateralized debt obligations, collateral debt obligations squared, en je hebt ook cubed. Dus je hele tijd worden hypotheken, kredieten verknipt en verpakt. Die gaan dan terug naar de commerciële bank. En die commerciële bank heeft die dan tijdelijk weer. En die institutionele beleggers hebben dat geld, maar die zetten hun geld niet op een bank neer, want het depositogarantiestelsel geldt maar tot 100.000 euro. Dus daar hebben ze weinig aan, maar ze zetten dus bij een geldmarktfonds of een money market mutual fund. Dus daar gaat het geld heen. En dat geldfonds dat geeft aandelen uit. En die aandelen zijn eigenlijk het depositogeld van het shadowbank systeem. En die geldmarktfondsen bieden ook betaaldiensten aan, dus daar kun je mee betalen. Dus dit is eigenlijk een vorm van geld. Nu heeft dus het geldmarktfonds heeft het geld en die commerciële bank heeft die derivaten, maar zij doen al een repurchase agreement en dat is een transactie overnight. Dus het geld gaat overnight naar de commerciële bank toe en de derivaat naar het money market mutual fonds. En de dag erna wordt dus precies de omgekeerde transactie gedaan. En als je goed naar de financiële crisis kijkt, dan zie je dat in dit systeem is eigenlijk de crisis begonnen. Dus in het shadowbank systeem is de kredietcrisis begonnen. Cruciaal om te begrijpen. En waarom laat ik dit nou zien? Nou ja, omdat dus als je geld aan bankieren wil begrijpen, dan moet je begrijpen dat het heel complex is. En dat het in een digitale wereld steeds complexer wordt. Dat steeds meer balansen met elkaar verbonden zijn. En dat krediet en geld dus heel snel door het systeem stromen. En dat dus dat shadowbank systeem is echt heel erg verbonden met traditionele bankieren. Daar ligt zelfs de kern. Dus die kredieten die daar verstrekt worden, die daar gegenereerd worden, dat is de kern. En als we dus gaan kijken naar buffers of kapitaalratio's, dat werkt dus niet. Want je kunt niet naar een enkel balans kijken, want bankieren is tegenwoordig veel complexer dan alleen de balans van de ING Bank of de Rabobank. Dus we moeten onze kennis eigenlijk updaten naar het nadenken over het systeem. Hoe werkt het systeem? Cruciaal. Wat wij dus zeggen, als initiatiefnemers van het burgerinitiatief, is dat bankieren dus eigenlijk out of control is geraakt. En nou, welke argumenten zijn daarvoor? Dus dat de risico's worden gesocialiseerd. Dat private partijen risico nemen, maar het publiek moet er uiteindelijk voor betalen.
dat overheden altijd acteren in tijden van crisis. Dat is een hele belangrijke. Dus maakt niet uit of er een crisis is in het shadowbank systeem of in het traditioneel systeem. Overheden zullen acteren omdat de geldhoeveelheid en het functioneren van de economie ervan afhankelijk is. En er zijn heel veel onderzoeken, onder andere van Andrew Haldane van de Bank of England, dat er dus impliciete subsidies gaan naar de grote systeembanken van 700 miljard per jaar. Dus dat zijn de 29 belangrijkste banken die dus voordelen hebben met financiering aantrekken of aandelenkapitaal ophalen, omdat liever mensen geld hebben staan bij een grote bank zoals ING in plaats van een kleine bank, want daar zit risico aan. Want ze weten dat die grote banken altijd worden gered. Dat is dus €100 of $100 per wereldburger gaat er naar die grote instellingen toe. Dus dat is één van de kritiekpunten, maar in de hoek van monetaire hervormers zijn dus een groot aantal kritiekpunten en ik wil er toch een aantal hier ook met jullie delen. En het eerste is dus dat al het geld als schuldgeld wordt gecreëerd met rente. En tweede, de misallocatie van nieuw geld is denk ik net door Dirk goed uitgelegd, de omkering, dus daar ga ik verder niet op in. Impliciete en expliciete subsidies van deposita garantiestelsels tot de funding, dus het eenvoudige funden van grote banken. En van allerlei bail-out systemen, het bestaat nog steeds en als het fout gaat, gebeurt het gewoon weer, gegarandeerd. En het is een model wat eigenlijk gebaseerd is op een geloof dat als je decentraal mensen allemaal krediet laat creëren en geld laat creëren, dat het dan toevallig goed komt. Dat we dan de juiste geldhoeveelheid bereiken. En dit is volgens mij een heel erg ideologisch argument. En dat de centrale bank heeft instrumenten, maar ze zijn eigenlijk heel onduidelijk en ik denk dus ook grotendeels heel indirect en daardoor ook heel erg ineffectief. Want de rente, ze kunnen de rente wel verlagen, maar dat is helemaal geen garantie dat het dan meer wordt geleend. Dus hoe ze het proberen aan te sturen, ja, werkt denk ik echt nauwelijks. En dus instrumenten als kapitaalratio's, die focussen op banken, dus op enkele balance sheets, terwijl je moet kijken naar bankieren als geheel, naar het systeem als geheel. En wat denk ik heel belangrijk is, dat er dus geen aansprakelijkheid is. Is er een crisis, dan wijzen politici naar centrale bankiers, centrale bankiers naar commerciële bankiers en commerciële bankiers naar politici. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wie verantwoordelijk is voor de geldhoeveelheid en als het fout gaat, wie we dan kunnen aanspreken en hoe we daar dan kunnen over nadenken. En daardoor duurt het ook zo lang voordat dit debat op gang is gekomen, denk ik. En dus is heel paradoxaals aan de hand. Dus het systeem is ver voorbij de staat gegaan. Het is helemaal internationaal, maar het is eigenlijk zonder staat uiteindelijk niet mogelijk. En daarom denken wij dus ook dat er als initiatiefnemers dat er een politiek antwoord nodig is om geld er onder controle te brengen. Dus het doel van het burgerinitiatief is om het onderwerp het geldsysteem, onderwerp ons geld, op de politieke agenda te krijgen. En als we dan nadenken van ja, wat zouden we dan willen? Wat zou nou een ideaal geldsysteem zijn? Dan denk ik dat er drie dingen heel belangrijk zijn. Het eerste is prijsstabiliteit. Dus dat prijzen stabiel blijven. Is denk ik eigenlijk een soort publiek monopolie. Je hebt maar één prijssysteem. Waar we allemaal zeg maar van profiteren als de prijzen redelijk gelijk blijven. Dus als het biertje de ene dag €2 kost en de volgende dag ook. En niet de volgende dag €5. Ik denk wat we ook willen is dat je juist een heel decentraal economisch systeem wil. Dus decentraal en kapitaalintensief. Dat je wil dat mensen juist op decentraal niveau kunnen betalen en elkaar kredieten kunnen verstrekken en daar kunnen uitwisselen. En ik denk dus dat je naar een systeem toe moet van minder schuld en meer eigen vermogen. Dat moet gebeuren. Dan gaan we kijken in het digitaal tijdperk. Wat is nu eigenlijk veranderd? En ik denk dat er een aantal fundamentele dingen zijn veranderd. De eerste is de opkomst van peer-to-peer betaalsystemen. Dus je kunt tegenwoordig in de digitale wereld elkaar direct betalen zonder tussenkomst van een derde partij. Dat laat van allerlei bitcoin-achtige technieken zien. Dat kan. Een tweede is dat je verschrikkelijk veel peer-to-peer leenplatformen hebt. Dan kun je aan crowdfunding denken, maar er zijn tig varianten inmiddels op. Die dus mogelijk maken om zonder tussenkomst van een derde partij aan elkaar te lenen. En wellicht de belangrijkste is virtuele markten. En virtuele markten die zorgen ervoor dat er veel meer marktliquiditeit is. En die marktliquiditeit, dus ik kan tegenwoordig eigenlijk alles verkopen online. Ik kan alles weer verhandelen. Die zorgen er denk ik voor dat contractliquiditeit, dus dat banken die twee soorten geld tegen elkaar omwisselen, niet meer van deze tijd is. Dus dat zijn denk ik drie belangrijke veranderingen. Dus we kunnen dankzij ICT en digitalisering veel meer kredietrelaties managen. De informatieasymmetrie, ik kan van eigenlijk elk bedrijf online informatie vinden en kijken hoe ze performen. Dus het heeft helemaal geen zin om als bankier met jou te gaan praten, maar je kunt het gewoon via harde financiële data opzoeken.
En dus die marktliquiditeit. Die marktliquiditeit is de afgelopen 30 jaar gigantisch toegenomen. Shadowbanking drijft erop. En daar zou eigenlijk iedereen zeg maar, op moeten worden aangesloten. Dat is recent. En dan hebben we dus één belangrijk idee uit het verleden. Waar het burgerinitiatief dus ook op gaat. En dat is monetaire hervorming. En monetaire hervorming is geen nieuw idee. Na de crisis in de jaren 30 in de VS is daar een heel groot debat geweest. Van kunnen we geldschepping nationaliseren? Toen heeft het debat vooral in de VS plaatsgevonden. Onder andere Irving Fisher, Frederick Soddy zijn in die tijd bekend ermee geworden. En later hebben ook Friedman en Tobin hebben ook dit soort voorstellen gedaan. Na de crisis, na de huidige crisis, is het debat vooral in Europa. Dus Positive Money uit UK is denk ik de bekendste groep van monetaire hervormers. Maar ook het IMF heeft een studie gepubliceerd. En Nederland, Klaas van Egmond en Bert de Vries recent, die dus hebben doorgerekend naar wat gebeurt er als we deze voorstellen implementeren. En wat is monetaire hervorming? Er zijn verschillende voorstellen die licht variëren, maar de kern is dus het splitsen van geldcreatie en kredietverlening. Het splitsen van de macht tot geldcreatie en de macht tot initiële toedeling. Dus de hoeveelheid geld en waarvoor moeten van elkaar gesplitst worden. Die horen niet in handen te liggen van politici. Die horen niet in handen te liggen van commerciële bankiers. Want dan liggen deze twee machten bij elkaar. En wij stellen dus voor om geldcreatie te plaatsen bij een vierde macht. Dus dat het door wetten wordt vastgelegd dat we een vierde macht toevoegen aan ons politiek systeem. Waar een geldcreatie wordt geregeld. En als je dit dus doet, dan wordt de geldhoeveelheid onafhankelijk van de hoeveelheid kredieten. Het tweede belangrijke wat je doet is je maakt de geldhoeveelheid onafhankelijk van commerciële banken. Dus mocht er een bank failliet gaan, dan stort de geldhoeveelheid niet in. En dat is het huidige systeem waar dus al het geld bij grote banken op de balans staat. Daardoor word je gedwongen die banken te redden. En ik denk dus dat het cruciaal is ook om ook het verschil tussen geld en krediet heel goed te begrijpen. En voor mij is geld dus een middel voor directe betaling. Dus ik heb je net bij de balie geluncht. Ik heb daar een schuld. Ik kom met geld aan en ik betaal. Klaar. Schuld weg. Decentraal een betaling gedaan. Bij een krediet zit een tijdsdimensie in. Dus als ik iemand een krediet geef of ik zeg tegen de balie, ik kom later betalen, dan ontstaat er een krediet en zit er een tijdsdimensie in. En wat ik denk, of wat wij denken, is dat geld tot het publieke domein behoort en krediet tot het private domein. Dus heel duidelijk die splitsing aanbrengen tussen wat publiek is en wat privaat is. En omdat geld een prijssysteem eigenlijk een publiek goed is, zou geld wat mij betreft dus tot het publieke domein moeten horen. Dan die initiële toedeling. Daar is natuurlijk heel veel om te doen. En er zijn verschillende manieren hoe je dat geld in omloop kan brengen. Je zou het inderdaad aan politici kunnen overhandigen die daarmee gaan investeren. Je zou de belasting kunnen verlagen. En een derde die mij zelf zeer aanspreekt is een burgerdividend of een onconditioneel inkomen. Dat betekent dus dat je gewoon iedereen, als we zeggen we hebben in Europa 100 miljard extra nodig, geef je elke Europese burger een equivalent van 100 miljard. Dus je deelt het gewoon door het aantal mensen. Dus je zou een monetair instrument implementeren wat heel transparant is, simpel, egalitair en denk ik ook zeer effectief. Dus hebben we meer geld nodig, blijkt er deflatie te zijn, dan geven iedereen meer geld, kunnen mensen gaan kopen. Hoe zou geldcreatie eruit kunnen zien? We hebben hier een publieke autoriteit die de geld gaat creëren. En als ze nou zeggen we hebben meer geld nodig, dan wordt gewoon de rekening van Martijn geplust, maar ook van alle andere mensen, die wordt geplust. Dan is het geld in omloop gekomen. En dit noemen wij digitaal kartelgeld. Dus het is echt geld wat niet vernietigd kan worden. Er staat geen vordering tegenover. En onder andere Beans en Kumhof die noemen het indestructible public money. Dus onverwoestbaar publiek geld. Geld dat gewoon kan blijven circuleren. Dus je hoeft niet een specifieke schuld af te betalen. En het is dus geld zonder vordering. Dus ik heb geen schuld bij de Rabobank of bij een andere bank die ik moet afbetalen. Maar het geld kan gewoon eindeloos blijven rondgaan. Om betalingen te doen, om belasting mee te betalen, om aan elkaar weg te geven. Want geld is veel meer dan alleen een krediet. Dat is volgens mij cruciaal om te begrijpen. Bij bankiers zit het heel erg in het hoofd dat geld alleen maar krediet is. Maar we doen veel meer met geld. Geld dient veel meer doelen in een moderne samenleving. En het voordeel van op deze manier geld creëren is dat je dus niet een renteoverdracht hebt van de reële economie naar de geldscheppende instantie de hele tijd. En je kunt misschien zeggen voor de mensen die in termen van schuld willen blijven spreken, dat geld een claim is op de maatschappij. Als ik geld heb, dan kan ik bij iemand iets kopen, maar diegene die hoeft het niet te verkopen. Dus je kunt geld zien als een claim, maar dat is iets anders dan een schuld. Een schuld is volgens mij heel specifiek. Dan uiteraard ontstaan er schulden.
er ontstaan schulden. En mensen gaan elkaar natuurlijk kredieten verstrekken. Daar is ook niks mis mee. Dat gaat dan op de volgende manier. Ik heb een heel eenvoudig voorbeeld. Teunis heeft net ook kort uitgelegd. Maar ik denk om het verschil te begrijpen is het cruciaal. Ik geef een lening aan meneer Otto. Dus mijn geld gaat naar beneden en het geld van meneer Otto gaat omhoog. Ik krijg een krediet, dus mijn bezit, een asset is mijn bezit. En degene die de verplichting krijgt, die heeft dus een schuld aan mij. En wat je hier dus ziet, is dat de geldhoeveelheid niet stijgt. Dus je creëert een krediet zonder dat de hoeveelheid geld stijgt. Dat is de kern van monetaire hervorming. Dan dit boek kan ik iedereen aanraden van Jonathan Macmillan. Twee Zwitsers die dit onder dit pseudoniem hebben geschreven. Zij gaan dus in het boek gaan ze heel erg in op contractliquiditeit en marktliquiditeit en digitalisering en hoe we het kunnen aanpakken. En wat zij zeggen over shadowbanking, daar heb ik helaas nu niet de tijd voor om op in te gaan. Maar dat je, als je shadowbanking wil voorkomen, dan moet je accounting begrijpen. Dan moet je dus echt in accounting denken en gaan kijken naar al die balansen. Wat gebeurt daar? En dan zou je dus nieuwe accountingregels moeten implementeren om te voorkomen dat in het shadowbanking systeem ook geld wordt gecreëerd. Hier moet nog veel onderzoek worden gedaan, dus dat is daag ik iedereen toe uit om daaraan bij te dragen. Dan een paar slotopmerkingen. En het eerste is dus dat een politiek antwoord nodig is. Dus zonder een politiek antwoord kun je eigenlijk naar een ander systeem toe of kun je volgens mij ook de kern van het probleem niet oplossen. En nou ja, wat je heel vaak hoort is there is no alternative. Ik denk dat er wel alternatieven zijn en dat die veel meer aandacht verdienen. Dus het argument wat heel vaak wordt gebruikt dat er gewoon geen alternatieven zijn is een onzinnig. En er zelfs een antwoord dat volgens mij niet waar is. Je kunt inderdaad zeggen ik vind het geen goed idee. Dat is anders, maar er zijn alternatieven voor het huidige geldsysteem. Dan deze vind ik ook zeer cruciaal. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Basel-wetgeving. Basel 1 was ongeveer 30 pagina's. Basel 2 300 pagina's. En Basel 3 zijn 600-700 pagina's. Dus we gaan steeds complexere regelgeving bedenken. Waardoor het eigenlijk steeds onduidelijker wordt. Ja, van hoe is het nou geregeld? En als je naar financiële wetgeving kijkt. Dan bestaat het echt uit duizenden pagina's. Terwijl je moet dus volgens mij naar de kern van het probleem toe. Terug naar de definities van nou ja, wat willen we dat geld is, wat willen we dat een geldsysteem doet. Daar moet je op focussen. Ja, wat wij dus hopen dat in Den Haag gebeurt, is dat er eerst een hoorzitting plaatsvindt. Waar dus verschillende visies, net zoals hier eigenlijk gebeurt, worden gepresenteerd. Dat er dan een kamerdebat plaatsvindt. En ik denk dat het heel zinvol zou zijn om een onderzoekscommissie in te stellen. Waarin al die verschillende visies verder worden uitgewerkt. En kijken naar wat is nou de toekomst van geld. Wat is geld eigenlijk? Wat is geld in juridische zin? Wat willen we eigenlijk van een geldstelsel? Wat zou publiek moeten zijn? Wat zou privaat moeten zijn? En ik denk dus dat er een enorme kans is om digitalisering en ICT te benutten om een veel effectiever geldsysteem te organiseren. Dank u. Ook nog twee vragen, denk ik, hoop ik, aan jou. Dank hiervoor, voor deze uiteenzetting. Het blijkt natuurlijk altijd weer veel complexer te zijn dan we hoopten. Maar als ik hier nou even naar luister, dan denk ik, ja. Eén ding bijvoorbeeld. Het klinkt natuurlijk zo, ja, Basel 1 was 70 pagina's, Basel 2 700, Basel 3 7000 pagina's. Is niet waar, maar zoiets. Hè? En, maar je zegt net zelf, het wordt ook zo ontzettend complex. Retorisch klinkt dat natuurlijk goed, van ja, maar de hele monetaire systeem in de hele wereld wordt ook veel complexer. Dus dan zal je ook meer gedetailleerde en andere regels toch moeten hebben. Ik bedoel, dat is toch niet zo vreemd? Nou ja, het voorstel is om terug naar de kern te gaan. Dus wat willen we dat geld en krediet doen? Ja. En dat is eigenlijk volgens mij heel simpel. Dus als je daarmee begint, het wordt nu heel dat ingrepen op het bestaande systeem, maar dat kun je dus eigenlijk niet meer controleren. Dus probeer als politiek het initiatief te nemen om te zeggen, nou ja, dit willen we, dit voor geldsysteem willen we. Het geldsysteem moet dienstbaar zijn aan de reële economie, het moet waarde toevoegen aan de maatschappij. Dus daarmee beginnen in plaats van te reageren op wat er gebeurt. Want de Engelsen noemen het ook zo de boundary problem of financial regulation. Dus als je daarin meegaat, dan is het eigenlijk kansloos. En je kunt bijvoorbeeld wel zeggen, we willen niet dat er geld uit krediet wordt gecreëerd. Dan ga je gewoon heel bazaal naar balansen kijken en als het gebeurt, gewoon verbieden. Maar dat is een hele simpele regel.
Maar dan ga je dus niet mee in van al die producten die worden bedacht, waarvan we echt moeten afvragen, wat is daar de maatschappelijke waarde van? Ja, dus kijk opnieuw fundamenteel naar wat je geld noemt en wat het is en wat de maatschappelijke functie ervan is. Maar dan is natuurlijk de eerste natuurlijk, dat is overigens geen reden denk ik om het niet te doen, maar ja, nationaal. Dat is natuurlijk een wereldwijd ding. Je kan moeilijk, niet dat we het daarom niet nationaal zouden moeten discussiëren of hier in de Bali, maar dat is een mooie poging, maar dat gaat natuurlijk niks bewegen. Ik denk dat je als Nederlanders moet proberen dat debat te leiden. Dus er zijn zoveel technologieën, er zijn zoveel mensen in dit land met ideeën hoe het anders kan. En als je daar gewoon de kennis van bestaande monetaire economen van bankiers aan toevoegt, dan kun je volgens mij dus juist een voorbeeld zijn in de wereld om te zeggen van, nou ja, zo'n geld- en kredietsysteem is gewoon goed voor een economie. En er zijn gewoon heel veel ideeën die nu gewoon onbenut blijven. En heb het daarover en praat daar meer over. Nog één ander ding wat me opviel. Dat zei er even zo tussendoor. Ja, let maar op, een bail-out, dat komt gewoon toch weer. Maar dat is toch niet zo gek, dat we dingen niet kapot laten vallen die langs het opbouwen. Dat blijft toch een nuttig ding op zich? Nou ja, omdat we het zo georganiseerd hebben dat de geldhoeveelheid grotendeels op balansen van grote banken staat, word je ook verplicht ze te redden. En daar zit dus iets in. Ja, zolang het systeem zo blijft, zul je dat dus houden. En er zijn eigenlijk geen manieren te bedenken om dat te voorkomen. Oké, ja. Nou, een hele hoop nieuwe dingen om te discussiëren. Heel hartelijk dank daarvoor. Ik denk dat ik toch heel even naar Aart Hoebe wil, als dat al mag. Of misschien wil hij even in de pauze daar nog even over nadenken voordat hij als eerste reageert. Voordat we naar de pauze gaan, ik kijk even. Want dan hebben we het hele rondje af eigenlijk, want de centrale bank is nog niet aan het woord geweest. Kan ik al een reactie vragen of doe je dat liever na de pauze? Misschien gaat het iets gestructureerder als ik dit na de pauze doe. Maar wat ik in ieder geval wil vertellen is dat er heel erg veel is gebeurd sinds 2008. Dus ik wil niet de indruk laten bestaan dat we nog onverrichte zaken door zijn gegaan met wat de situatie toen was. En dat het een vrij genuanceerd verhaal is waarbij we ingrepen veel chirurgischer proberen te doen, veel preciezer. En dat je dan niet ontkomt aan enige maat van complexiteit. Dus je kunt niet gewoon zeggen geen kredieten meer of geen geldcreatie meer. Het is heel, heel gericht en dat proberen we te doen op een manier dat het financiële stelsel, dat echt heel veel toegevoegde waarde voor de samenleving biedt, dat kan blijven doen. En niet zelf gaat malfunctioneren tijdens het herstel. Dus dat werd ook even gezegd, hè, sinds 2007-2008 is er eigenlijk nog niks veranderd. Dat bestrijd jij. Aan de andere kant, dat idee van toch eens even fundamenteel naar een paar van die begrippen kijken. Ik begrijp dat de Nederlandse bank dan zegt, ja, ho, we gaan niet in één keer iets invoeren wat nog niet gebeurd is. Maar dat debat, kan je echt inderdaad fundamenteel naar sommige dingen anders kijken? Misschien alleen op een wetenschappelijk niveau, maar misschien ook wel op een praktisch? Ik denk dat we al heel fundamenteel naar zaken hebben gekeken. We hebben bijvoorbeeld met elkaar gevonden, en dat is door de parlementen onderschreven, dat we prijsstabiliteit het leidende motief voor monetair beleid vinden. Dat is verankerd in wetgeving, dat is verankerd in de opdracht aan de Europese Centrale Bank en dus ook aan DNB. Dus de DNB en de actiegroep zijn het in deze geheel eens? Ja, wij zijn de einddoelstelling van prijsstabiliteit vinden we gewoon en dat doen we. En als we dat niet doen, dan kunnen mensen ons voor de rechter slepen. En dat doen ze ook in Duitsland en elders, zijn voor de rechter gesleept. Voor kredietverlening hebben we iets soortgelijks. Hebben we ook een stelsel waarbij wij graag willen dat kredieten worden verstrekt aan consumenten en bedrijven die goed geïnformeerd daar beslissingen over nemen. En door banken die dat daar een risico's van inschatten. En als die risico's misgaan, die dat zelf dragen. Nu hebben we in de crisis gemerkt dat daar systeemrisico's worden gelopen die we niet willen lopen, waardoor de overheid genoodzaakt is geweest om in te springen. Dat zijn we nu aan het repareren. Dus er wordt gewerkt aan hogere buffers, er wordt gewerkt aan afwikkelbaarheid van banken. We hebben alle banken door een stresstest en een asset quality review gehaald. We hebben het toezicht, we hebben een bankenunie geschapen. De kapitaalratio's van banken in termen van het kernvermogen is nu ongeveer 2-3 keer hoger dan het 6 jaar geleden was. We zijn er nog niet. Het is nog, de verbouwing gaat nog door. Maar ik bestrijd ten zeerste de opvatting dat er niets is gebeurd. En ik bestrijd ook ten zeerste dat
alternatieven die heel simpel worden neergezet, als zijn er nou, we moeten een debat hebben en simpele alternatieven, dat die niet nog veel grotere nadelen hebben dan het systeem dat ons echt enorm veel welvaart en heeft gebracht en nog altijd brengt. Oké, hartelijk dank voor deze eerste reactie. We gaan nu even, ik vraag u om over een kwartier weer terug te zijn. Hopelijk gaat die harde gong in het café. En dat we dan nog een uur lang kunnen discussiëren. Ook nog met de Nederlandse Bank, met bankiers en met het parlement. Hartelijk dank tot nu toe.